Binnen een minuut. Gaat er vandoor. Hallo, welkom bij In Session with Fox 3 alweer. Voor deze derde DVD hebben we de zaken iets anders aangepakt. Mark Norman en mezelf gingen aan de slag in België, terwijl Hans van den Brink en Mario Taal gingen vissen in Nederland. We hebben hier in deze DVD heel veel nieuwe producten te tonen. We tonen ook hoe we de rigs knoopten die we gebruikten voor deze sessies. Maar vooraleer we daar gaan kijken, gaan we terug naar België in oktober, waar Mark en ik twee verschillende soorten wateren enkele vissen probeerden te vangen. Hallo, het is zondag voormiddag nu en ik ben met Mark Noorman hier in België op een zandput aan het vissen. Die zandafgravingen zijn echt typisch hier voor Vlaanderen. Er is heel veel volk hier, dus er is denk ik een loopwedstrijd of zo aan de gang. En Mark ving voor de drukte begon, direct na aankomst al een hele mooie spiegel. En net nu Harry aankomt om te filmen, hadden we ook een aanbeet en zit er hier een schub in het net. Dus die gaan we eens van dichterbij bekijken op de onthaakmat. Oké, hier is hij dan. Een schub van 1,10 kilo. En we zijn nu eind oktober. De vissen beginnen zich langzaamaan vol te vreten voor de winter. En iets dat typisch is voor deze wateren en ook voor deze periode van het jaar, is dat ze een mooie bruine kleur krijgen. Niet de grootste vis, maar wel een mooi beestje. Die gaan we snel weer laten zwemmen. We gaan eens kijken naar Marse spiegel, die, als ik het al mag verklappen, toch iets groter is dan die hier. Zo, mijn eerste vis van de sessie. Ik ben hier een paar dagen op uitnodiging van Chris. Een aantal van zijn thuiswateren bevissen in België. Ik mocht al heel snel naar het inwerpen deze mooie spiegel landen. Gelijk een super begin, sterke vis. Ik had hem op een mainline wafter en een shot aan de hoekricht die ik daar in combinatie mee gebruik. En ja, het is, als Nederlander moet je natuurlijk in België even laten zien hoe het moet. Ik heb een speciale Nederlandse cap ook opgedaan voor het strijdgevoel. Maar een geintje natuurlijk. We gaan er een paar gezellige dagen van maken. En met de actie die we tot nog toe hebben gezien in de eerste paar uur, moet dat een hele mooie sessie worden. We hebben er heerlijk weer bij. Het gaat helemaal goed komen. Oké, we hebben net Markse vis kunnen bekijken. Ik was ondertussen bezig met mijn hakpunt, was uitgeplooid. Dus eventjes een nieuwe rig geknoopt. En ik wou hem net terug inleggen als de andere hengel vertrekt. Ik heb deze week een paar keer een aantal kilo boilies komen verspreiden. Onderaan het talud. Net voorbij de plantengordel. En het is duidelijk dat de vissen het aas gestaag aan het opkuisen zijn. En door heel verspreid te voeren kan je die aanbeten mooi uitvlakken. En met een beetje geluk heb je een hele dag door actie. Zeker op water die iets beter bezet zijn. Kan je op die manier een mooie visdag beleven. Toen aan het 77 vis.
Oké. Hoppa! Ja! Mister. Mister Klerk. Dank u. Zo. Ja, ja. Een mooi buikje onder. Ook beter is de weefsling uit dan. Ja. Oké, hier is hij dan. Net onder de 14 kilo. Een mooie schubkarper. Vangen aan een hinge-stiftrig. Ik zou zeggen, snel een nieuwe pop-up eraan en opnieuw op de plek. Maar ik denk dat er nog wel wat actie zal volgen direct. Zo, we hebben dus eventjes volop in de actie gezeten. Drie hengels op de kant. Dus eventjes een nieuwe haak aangeknoopt. En we gaan de rig snel opnieuw uitleggen. Een handje of twee boilies die ik rond de rig drop. In het andere bakje ook nog een handje of twee. Ik heb redelijk wat aas verspreid. Al op de stek. En nu is het gewoon een kwestie van de voerstek te onderhouden. Het is najaar nu, dus de vissen komen al graag in iets dieper water. Uiteraard behouden ze hun favoriete trekroutes. In dit geval is dat een ondiepe zone hier op dit water. Maar in plaats van ondiep te trekken, doen ze dat nu op iets dieper water. Net voorbij de planten. En die planten zijn stilletjes aan het afsterven. En zakken dus naar de bodem. Het zijn redelijk steile talus. En ik heb gezien op de dieptemeter dat de planten ondertussen toch al op een meter of 6,5 zijn. Dus ik drop de rigs net voor die planten. Een meter of 7 water is voor deze tijd echt een mooie diepte. Zeker op dit type wateren komen de vissen echt wel vlot. 7, zelfs tot 9 meter durf ik gerust de hengel leggen. Om veel actie te krijgen. We gaan eens kijken hier op de dieptemeter. Als hij wil. We komen nu een stilletje dan dichter bij het talu. Bijna op 7 meter. Oké. Voilà, daar gaat hij erin. En met die gevlochten draad voel je dus dat je op vaste grond geland bent. Een mooie donk. Dan weet je zeker dat je niet in het wier ligt. Als je niks voelt, dan lig je waarschijnlijk wel in het wier. Als je dat ook niet voelt landen, dan is het best dat je even checkt en erin vaart. Oké. Zelfs op die afstand, ik denk dat ik ongeveer 175 meter ver vis, is het niet echt nodig. Het is een zinkende gevlochten draad om de boel helemaal strak te leggen. Ik wil dus echt dat die draad mooi hinter op talu, mooi tegen de grond is, zodanig dat vissen die langs talu zwemmen, dat die niet op een draad botsen. Dus ik laat dat rustig zinken. Je ziet semi-slappe draad, de wakkers licht en gewoon hangend en heeft een heel mooie beetindicatie op die manier. Hollanders.
Nee, maar ik wil graag een verhaaltje vertellen voor de camera als ik niet heb. Oh ja, doe ja? Oké. Okay. Een mooie, mooie goudgele schub. Kijk, mooie schitterende herfstkleuren. Ietsje kleiner dan de vissen die Chris had. Het is nogal druk met wandelaars hier. De weesling was al op nul gezet van de andere vissen en hij is nog nat, dus dat zal wel kloppen. Kijken. Ja, 10,4 kilo. Kijk eens, mooie gave vissen. Dat viel me bij die van Chris ook al op. Weinig beschadiging aan de schubben. Kijk, ik zie op wateren waar heel veel gevist is, toch wel, ja, dat ze toch wel wat gehavend zijn aan de schubben en de vinnen, maar het valt ontzettend mee. Misschien is het toeval, maar we genieten er maar van. Nou, even kort poseren. Kijk eens, mooi gedrongen visje. Lekker een relaxte drill, niet te veel problemen. En, mooi exemplaar, heerlijk. Typische Benelux vis, hè? Schub is teruggezet, hengel opnieuw uitvaren. Mijn rechterhengel. Nu vis ik dezelfde zone als Chris, alleen dan een stukje verder naar links. Ja, dezelfde diepte ongeveer, 7,5 meter onderaan het taluut. Ja, duidelijk een taluut waar de vis langs trekt en zeker nu. Het windje staat er mooi op te blazen en er komt toch wel af en toe een zonnetje door. Het is toch wel een zone die de vis dan graag bezoekt. De vis op behoorlijk afstand, dus zo'n 200, 250 meter ongeveer. En dat is de reden waarom ik een gevlochten hoofdlijn gebruik. Daarmee komt de bedenicatie gewoon veel directer door en ook wanneer je aanslaat. Kracht op de vis uit wil oefenen, komt dat andersom ook direct erdoor. En ik heb wel een nylon voorslag, een meter of 20. Dat geeft net even een stukje rek, zeker in de laatste fase van de drill. Springt trouwens net een vis in de buurt van een andere hengel. Het ziet er goed uit. Nee, net dat stukje rek dat kan een boel ellende voorkomen. Uitscheuren van de haak en kapotte bek en dat soort dingen. En het geeft ook een stukje bescherming van de lijn in het wier. De vis die wil toch nog wel de wierbed induiken. En dan is gewoon veel schuurbestendiger dan de gevlochten lijn. Dat is een perfecte combinatie op deze manier. Niet al te zware hengels, een soepele drieponders, geen hele zware poken. Een evenwichtige setup. Kijken of deze ook net zo snel vertrekt als de vorige. Chris, om te beginnen, hartelijk dank voor je gastvrijheid. Super dat we hier vandaag terecht konden. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit water normaal gesproken bevist. Mm-hmm. Ik ken dit soort zandafgravingen natuurlijk uit Nederland, uit mijn eigen visserij. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit soort water aanpakt. Zeker met een nachtvisverbod en hoe je die visserij aanpakt. Kun je er iets over vertellen? Ja, zeker. Een zandpunt zoals deze hier, er liggen er heel wat in de streek. En
Ik heb die gekozen om inderdaad dat typische type water te tonen van diepe zandputten, veel plantengroei, helder water. Ja. Dit heeft natuurlijk een heel goed bestand, dit water hier. Dat betekent dat je al met wat voorvoeren wegkomt. Ik heb ondervonden, ja, het is niet de eerste keer dat ik dat water bevis, dus ik weet wel ongeveer hoe dat je het best doet. Om gedurende de dag dus regelmatig actie te krijgen, is het wel handig om de avond ervoor stevig te voeren, ja. maar een redelijk wijdverspreid voerbed. Ja, zodanig dat je die vissen heel de nacht ze beginnen te ontdekken, het voer, ze beginnen te tazen en tegen 's morgens, en zoals je zelf gezien hebt, ja. Bedoel, we waren hier letterlijk 5 minuten en er was al een hengel weg. Dus die vissen zitten echt dan wel op het voer, ja. En door zo verspreid te voeren en regelmatig bij te voeren. Ja, krijg je dan eigenlijk steeds weer nieuwe vissen naar de zone. Nieuwe vissen, ja. De stek blijft up-to-date en, of aangevoerd. En het najaar is natuurlijk wel een goede periode voor dit soort water, hè? Zeker. Dat is echt toch een van de topperiodes. Het wier sterft af, er komt wat voedsel vrij en de vissen gaan ook dieper zwemmen, zodat je ook makkelijker toch op de dieptes kan vissen waar er geen wier staat. Ja, van dat de week hadden we natuurlijk een flinke storm. Die over zowel België als Nederland geraasd is. En dan zie je toch dat de waterlagen wat meer vermengen. Ja, die waterlagen mengen en dan gaan ze direct een stuk dieper. Ja. Ik zou zeker het advies willen geven als je zulke wateren bevist. Als je regelmatig aan het water bent, dan zie je aan het gedrag van de vissen bepaalde patronen. Dus vissen springen altijd op dezelfde plaats. Of op een bepaald tijdstip op een plaats. Meestal is dat een vast patroon. Karpers zijn gewoontedieren. En als je dat in het achterhoofd houdt, dan ben je er meestal niet ver naast. Ja, nou, we zullen. Het wordt langzaamaan wat donkerder. We zullen straks moeten inpakken. We kunnen nog een paar uur in het donker doorvissen. Dat is, Ja, toch eventjes nog. Het uur is net veranderd. Dus dat geeft ons net weer dat extra uurtje. Ik bedoel, die vissen staan echt wel op die tijd van wanneer kunnen we veilig hazen dat extra uurtje gaat ons hopelijk misschien ietsje meer actie opleveren. Dat is nu even een stillere periode, maar normaal gezien nog ietsje donkerder. Ik bedoel, het is nu eind namiddag, moet er ondertussen toch weer een hengel vertrekken. En vanavond nog wat extra voer achterlaten. Zeker, dat is belangrijk. Morgen dus, weer op tijd present. Morgen vroeg nog even een voormiddagje. Voordat we naar het kanaal trekken. En dus hier nog eens, ik zou zelfs durven zeggen, nog eens stevig voeren, toch enkele kilo's verspreid. En dan weer die vissen een nachtje laten vertrouwen opdoen. Ja. Ik hoop dat het weer net zo loopt. Dus, het was echt super. Mooie vissen. Schitterend. Ja, het was ideaal eigenlijk. Ja. Regelmatig actie. Ja. Heerlijk dagje zo. Inderdaad. Nou. Straks even een maaltijd in elkaar klappen, denk ik. Ja, dat gaat wel nodig zijn. Oké, we zaten nu eventjes in het donker te wachten. Mark had net een beetje eten klaargemaakt en we vroegen ons af van wat is dat magische extra uurtje in het donker. En net toen we dachten dat er niks meer ging gebeuren en we begonnen de spullen in te pakken, vertrekt er toch nog een hengel uit het niets. We gaan eens zien, het voelt niet echt aan als een bijzonder grote vis, maar het is een positief teken dat we na een paar uren stilte toch weer een aanbeet hebben gekregen. Hoppa! Hallo man! Ja,
als avondschubbetje. Die denk ik net geen 10 kilo zou wegen. Maar toch een mooie afsluiter van de dag. Of het zou moeten zijn dat er nog snel een hengel vertrekt natuurlijk. Jammer genoeg hebben we na die vis in het eerste duister niks meer kunnen bijvangen. Dus tijd om op te pakken, ja. We horen nog wel af en toe vis springen, dus ze hangen zeker in de buurt rond. We gaan nog ons materiaal opruimen, even voeren nog. In het donker een beetje bijvoeren en dan keren we morgen vroeg. Ja, even de buurt een paar uurtjes slaap pakken en dan gaan we morgen vroeg weer met frisse moed. Met volle moed terugkeren, ja. Want het was een lange dag en... Ik ga blij zijn als ik even kan neerleggen. Ja. En nu zaaien, kunnen we morgen vroeg weer oogsten. Dat zit, oké. Op naar de auto's. Goedemorgen. Het is nog vroeg, maar we zijn weer al op pad. Ik ga eventjes mijn tweede hengel uitvaren. Want de actie kwam een beetje zoals gisteren, nu ook weer heel snel. Ik heb mijn eerste hengel uitgevaren. Ik was nog aan het terugkeren met de boot. En die vertrok al, ik kreeg al een aanbeet. En na een redelijk rustige drill zit er een mooie schub in het net. Je ziet er behoorlijk uit, dus hopelijk is het straks licht genoeg om eens te kijken als die hengel gedropt is naar die vis. Het licht is bijna goed genoeg om wat foto's te nemen van de vis die er in het net zit. Maar ook nu de hengel die ik net heb uitgevaren. Die trekt ook alweer, dus trillen en dan kunnen we er direct met twee naar elkaar op de foto. It like Harry. Oh. Hard werk, hè? Dat wordt fotowerk. Ja, man. Vis nummer 5. Mm-hmm. 4 en 5. Ja. Hoe is dat? Hier is onze. Onze vechtjas, kijk hoe dat hij zijn rug vindt, recht zet. Vissen we dat je enorm veel plezier aan beleeft. Krachtige, slanke schubs. Maar die ook wel duidelijk op het aas zit. Hier zie je, normaal gezien als ik het daar straks zie, kwam er wel een beetje boiliepap uit. Dus die heeft echt de voorbije dagen zijn buikje volgesmuld.
paar foto's nemen. Dus 18-3. Ja, dat is iets dat mijn stoutste verwachting overtreft. Woehoe! Kilo 3. De vis die geen geduld had, hengel gedropt en direct was hij weg. Heel mooi resultaat. Het zat erin, maar om het dan ook nog effectief te vangen, is fantastisch. Goed, we gaan eventjes in detail bekijken welke rig die ik gebruik voor dit water hier. Ik ben een beetje aan bibberen. Mark heeft net een kopje raketkoffie gemaakt en ik tril van de cafeïne, maar we gaan toch proberen dit zo stil mogelijk te houden. Eigenlijk een hinge stif opnieuw aan een lead clip met een wartellood. Er staat hier redelijk wat wier. Nu hebben we er minder last van, maar in het begin van het najaar zwemmen de vissen zich echt wel vast in het wier en dan is het wel handig dat dat lood vlot vrijkomt. De bodem is dus met andere woorden ook niet altijd heel proper. Dus daarom kies ik ervoor om een soepele boomsectie te knopen. Dit hier is 25 pond Cortex mat. Een redelijke lengte, dat is denk ik toch zo'n 25 centimeter. Met een paar blopjes putty erop, zodat dat mooi afzinkt en zich over eventuele een beetje wieren kan positioneren. Een maat 10 swivel met een beetje putty erop om die pop-up mooi heel zachtjes te laten afzinken, zodat die niet echt op de bodem valt, maar heel zachtjes over eventueel wier of blaadjes toch mooi zichtbaar blijft. Een fel haakaas aan een hinge. Ik vis over heel veel boilies en ik heb zo het gevoel dat ze vaak net die ene felle pop-up er sneller uit pikken en zodat je eigenlijk sneller beet krijgt dan dat je met een gewoon bodemmaas zou vissen. Maatje 5 SR, dus een stiffrig haak, en die nieuwe 25 pons rigidity Chody filament. Dat is eigenlijk een beetje de rig die ik er graag gebruik en die bij toch al heel wat vis heeft opgeleverd. Dit is het haakgedeelte. Ik ga even door naar de rest. Omdat ik tegen een redelijk steil talu vis en ik wil dat de lijn echt mooi afzinkt, kies ik ervoor om echt een heel zwaar materiaal. Kijk, je ziet hoe zwaar dat het is. Dus dat alles in de buurt van het haakgas mooi tegen de bodem ligt. En aangezien ik op afstand vis, gebruik ik ook nog zo'n een dikke nylon shock leader die eigenlijk een beetje het slaan van de vis, als hij met zijn kop schudt, dat opvangt. Mocht je zuivere gevlochten hoofdlijn vissen, dan zou dat misschien nog
te veel druk zetten op de haakpunt. Dus vandaar een hengellengte of twee van dit mooi zacht materiaal. En het is echt wel heel stretchy, dus dat zorgt echt wel voor een veiliger gevoel tijdens het drillen. Voilà, dat is de setup. Two-tone. 500 pounds. Woe! Mark, dat is een mooie 30 pond, joh. Denk ik wel. Ja. Ja, zeker. Fantastisch. Wow. 16,4. Ja. 16,5. Ja, 16,4. 16,4. Ja. Ook een 30 omhoog. Super. Hopla. Let's get it. En hier is die. Super mooie schub. Er zat net al een dikke 30er. Deze is ook ruim 16 kilo. Duidelijk dat we met het voeren toch een paar vissen van de bovenlaag hebben weten te bereiken. En ja, dat is een uitermate succesvolle tactiek. Prachtig om op deze manier de sessie te eindigen. Ik had hem aan een snowman van een mainline hybrid boilie en een witte hybrid pop-up. Het slaat gewoon heel goed aan hier, dat had Chris ook al gemerkt de afgelopen weken. Vissen houden ervan. Het is zo'n beetje langzaam tijd om op te pakken, in te pakken. We gaan spullen in de auto gooien en dan gaan we straks naar het kanaal toe. Daar heeft Chris ook goede ervaringen en ook de afgelopen weken nog voorzichtig worden aangevoerd. Een heel ander soort water, andere omstandigheden, andere vissen. En een andere atmosfeer dan dat we hier zitten. We zullen zien wat dat gaat opleveren. Hopelijk nog een paar mooie vissen. Tot straks. Ik gebruik graag aan beide hengels verschillende rigs. Ik hou van experimenteren, op die manier ontdekken wat goed werkt op dat moment. In die situatie, een bepaald haakaas wat goed werkt of een pop-up of een bodemaas op dat moment het beste is. Dit is een van de twee rigs die ik hier heb gebruikt. We beginnen met Submerged Leader, heel soepel gevlochten leader materiaal. Heel zwaar, zinkt goed naar de bodem, volgt mooi de contouren van de bodem. Een inline load om optimaal te prikken, 4 ounce. Zit toch op redelijk diep water te vissen, een meter of 6, 7 diepte waar het haakaas ligt. En 4 ounce zorgt dat de montage mooi recht naar beneden zakt. Ik heb de insert eruit gehaald, dat doe ik eigenlijk altijd de laatste jaren. Ik gebruik een inline load met een tadpole bead. Die zit licht vastgeklemd in het lood. En wat dat voorkomt is, het is al heel vaak besproken, het bekende kopschut-effect. Daar is een heel goed wapen tegen. Als de vis zichzelf prikt en probeert door middel van kopschudden de haak kwijt te raken, zal de tadpole loskomen uit het inline lood. En verder over de leader gaan schuiven. Zodat de vis dat gewicht niet kan gebruiken om de haak kwijt te raken. Een quick change swivel zit erop met een korte sleeve, een transkaki kleur. Als onderlijnmateriaal heb ik Kamatec Soft gebruikt. Een gekoten breed met een vrij soepele coating. Ik zorg ook altijd dat het, niet altijd, maar in de meeste gevallen, dat toch een stukje ongekoot bij de sleeve zit. Zodat er toch een scharnierpunt ontstaat mocht de vis van de andere kant de haakaas willen opzuigen. Vrij kort richtje,
een klein beetje putty om te helpen zinken. Als haak een SSC maat 6. SSC is een haak met een korte, een half lange gebogen steel die heel agressief prikt en gewoon een hele goede houvast heeft. Daarom gebruik ik hem graag. Klein stukje krimkous over de haak. Een heel kort hertje, want ik vis hier dubbel haka's en dat zijn geen bodemboilies, dat zijn twee wafters. Een wafter is eigenlijk een pop-up, maar een pop-up met een heel gering drijfvermogen, die eigenlijk al op het gewicht van de haak zinkt. Omdat we het hier toch ook wel te maken hebben met brasem, en net als ik op mijn water in Nederland gewend ben, hou ik dan toch van iets grotere haka's. Dit zijn twee 15 mm wafters, eentje hybrid, eentje cel. En je kunt daarmee ook weer smaken en kleuren combineren. En om dat gewicht voor die extra waffer te compenseren heb ik een shot on the hook gemaakt. Een heel klein kogellootje, wat door middel van wat hairbreed onderaan de bocht zit. En dat zorgt ervoor dat het geheel heel mooi langzaam afzinkt en eigenlijk zo verticaal op de bodem staat. Die shot on the hook die zorgt er ook voor dat de haakpunt mooi midden in de onderlip prikt. En helpt de draaieffecten in feite. Een hele effectieve richt die ik de laatste tijd in Nederland ook veel gebruik. Nou, hij heeft hier zijn dienst ook weer bewezen. Goed, we worden dus halfweg gevorderd met het inpakken en een beetje buiten de verwachting vertrekt is dus toch nog een hengel. En dan toch wel niet de hengel met die fake sweetcorn zeker die Harry knoopte. Niet de grootste vis van de sessie, maar voor mij persoonlijk wel een van de mooiste. Ik bedoel, als je die kleuren bekijkt, die schubben perfect en echt goudkleurig. Super mooi, super mooie vis. Het waren alle schubkarpers maar zo. Een mooie afzet. Ik bedoel, het was al een fantastische sessie en die er nog eens bij. Hoog tijd om nu echt in te pakken en te vertrekken naar het kanaal en zien wat we daar nog gaan beleven. Oké, die laten we zwemmen. Heel mooi. We gaan hem laten zwemmen. Hè. Goed Mark, we zijn ondertussen bij het kanaal aangekomen. Ja. Iets helemaal anders. Zeker weten. Ik zou zeggen, weg van het rustige meer. Het was gisteren wel druk, maar vandaag was het er een pak rustiger. Ja. Hier hebben we een hoop achtergrondlawaai.
Ik hoop dat het vannacht toch ietsje stiller wordt. Het verkeer gaat al sinds wel iets rustiger worden. Ja, het is een mooie afwisseling van de omgeving. Ja, inderdaad. Het is compleet anders en een hele andere visserij ook. Ja, zeker. Zoals je kan zien, het is allemaal beton hier, de randen. De bodem is stenig ja. En vol met zebramosselen. Dus ja. We hebben echt wel iets sterker materiaal nodig van deze keer. Ja, precies. Maar dat kan met het onderhands warpje vlak voor de kant. Dus, ja, dat is de bedoeling. De vissen trekken langs het talu. Ja. En ja, daar groeien ook de mosselen en daar azen ze ook. Maar uit ervaring weet ik van, hoe langer je snackleader, hoe beter. Ja. Dus een dikke snackleader, sterk onderlijmateriaal. Ja, precies. Ik vis liever een loodclip. Je weet nooit dat je lood tussen een steen zit. Het is even verschil wel van stek tot stek. Maar, ja. Ja, ik heb onderlijnen van armadillo gemaakt. Dus gevlochten materiaal, toch redelijk soepel, maar erg sterk. Ja. Gebruik ik graag in dit soort situaties. De vissen zijn ook niet zo groot als op de zandput, maar ze zijn wel heel sterk en vechtlustig. Dat maken ze goed strijdlust inderdaad. Ik heb een beetje aangevoerd, een beetje particles, een beetje boilies de voorbije week. Omdat zo'n kanaal, het helpt wel om die trekkende vissen toch iets sneller naar de stek te laten komen. Ja, laten we ik beloof niks, want het is een wispelturig kanaal. Maar wie weet... Het is nog heel eventjes licht, laten we de spullen in orde maken en dan straks even lekker maaltje eten. Zeker, kijk, die ene hengel heb ik al even afgetast. Ik doe nu snel de tweede. Ja. En dan hopelijk straks wat actie. Ja. Goed, dit is de laatste hengel die we gaan inwerpen. Het systeem is een beetje hetzelfde. Ook weer snackleader, maar nu heb ik gewoon een spoel van 100 meter 60 honderdsen. Op een EOS 10.000 gespoeld en zoals je kan zien is die spoel netjes gevuld ermee. Dus die vissen kunnen normaal gezien, ondanks de vele stenen en de mosselen, echt geen kant meer op. Tungstens tube om het in de buurt van het haakaas mooi op de grond te krijgen. Een lead clip. Mocht je lood tussen de stenen landen, kan de vis het netjes lostrekken. En dan een sterke onderlijn. Armadillo 30 pons. Heel schuurbestendig. Een stevige haak. Een Curo XS4 in maat 6. Line erop, een beetje putty en als haakaas een hybrid waar ik hiermee voerde en een tijgernoot met een stukje kurt erdoor met de bedoeling dat dat een snowman wordt. Zo, we gaan hem ingooien en dan volgt er hopelijk snel een beet. Volgende ochtend, een lange koude nacht achter de rug. Ja, inderdaad, heel koud. Ik bedoel, het verschil met gisteren is enorm. Ik denk dat het zo'n 10 graden kouder is. Ja, oostenwind over het water heen. Ik wil normaal niet de schuld op het weer steken, maar nu ziet het naar uit dat toch ons genekt heeft. Ja. Een brassem die eraf viel net in de kant en van de morgen een winden, is er eigenlijk... geen actie van karper. Plukjes op de top hè, van de krabben. Ja, de krabben die de pop-ups opeten. Ja. Maar goed, kijk, we hebben nog een laatste strohalm om ons aan vast te klampen. Nog een klein stekje bij een waterinlaat. Precies, ik moet ze naar huis en op weg daar naartoe gaan we toch nog even een stekje van proberen. Wat normaal gesproken vis zou moeten opleveren. Kijken of het lukt, ieder met een hengeltje. Ja, het is echt wel vreemd dat normaal gezien lukt het altijd wel op het kanaal. Ja, nou, dat is openbaar water en zeker een kanaal. De vis kan zo ver heen en weer trekken of gewoon dagen stoppen met eten. Het is gewoon een wispelturig najaar. Hier hoor ik ook van de andere vissers. Ja. Dus fingers crossed dat er alsnog iets uitkomt. We gaan de spullen verder inpakken en dan kijken of we toch nog een visje kunnen verschalken. Ja, want blanken... Die aan ons besteed. Nou ja, we hebben een prima... Ja, het gebeurt natuurlijk wel, maar toch liever. Op de plas hebben we hartstikke goed gevangen, dus we mogen absoluut niet klagen. Het zou mooi zijn als we nu nog wat erbij kunnen vangen. Maar... Toch op zijn minst een afsluiter. Ja. Oké, we gaan.
zijn op Chris' geheime plek aangekomen. Om toch nog te proberen aan het eind van de sessie een visje te vangen. We hebben hier te maken met een waterinlaat in het kanaal. Vaak is dat toch verwarmd water, in ieder geval is het beweging. En de beweging trekt altijd vis aan. Ze vinden de voedsel, mosselen groeien daar waarschijnlijk in wat grotere getalen. Vissen voelen zich comfortabel als de temperatuur wat hoger is. We gaan heel lichtjes met wat gebroken boilies aanvoeren. Hè, als de vis ligt hebben ze niet veel voer nodig. Puur even interesse wekken en dan zien of we toch nog op het einde een visje kunnen verschalken. Dit wordt wel spannend. Een hele simpele bodemrig, Snowman H presentatie. Armadillo, gevlochten onderlijnmateriaal, erg sterk. En een safety clip, nou, de voorslag die ik er nog op had zitten. Komt hier ook prima van voor pas. Dus, ik zal hem inleggen vlak achter, vlak aan het kantje. Een beetje een slappe lijn. Ja. Spannend. Zou het lukken? Hoi, toch nog een leuk einde. Fantastisch. Allebei vis. Binnen een minuut. Wow, gaat er vandoor. Ja, het net was nog niet eens klaar. Ja, die van mij die zoekt de overkant op, denk ik. Ongelooflijk, echt een hotspot. Ja! Yeah. Is het nog niet moe, Chris? Nog niet moe? Nee, hij is gewoon heel rustig. Jou is best wel vechtlustig. Ja, jou is gelijk bovenin. Maar ik zag jouw lijn trekken en dan de mijne. Ik dacht van, dat kan niet. Alle twee. Binnen 10 seconden vertrokken allebei. Woehoe! Gedaan. Gedaan met blanke. Ik heb geen net. Dus ik heb zo'n net nodig, denk ik. Double trouble. Thank you very much. Oh, wow. Mooi. Superman. Oké. Okay. That's a high five. Definitely. Goed gedaan. Mooie stack, man. Ik pak de mat even. Ja. Ik ga me organiseren. Oh, mooi. Eventjes een adrenaline rush. Letterlijk. Binnen de minuut vertrekken zowel Mark als mijn hengel. Ja. En dat bewijst maar weer als je een beetje extra moeite doet. We hebben daar de hele nacht eigenlijk zitten wachten op een aanbied van een karper. Maar als je op de juiste plaats komt, dan gaat het echt heel snel bij die kanaalvissen. Lokalisatie, hè? Ja. Een beetje lokale kennis is altijd handig. Maar kijk, echt een fantastische afsluiter eigenlijk om nog zo'n mooie actie te beleven hier. Het zijn gewoon, dit is het slagvissen dat je hier mag verwachten. Visjes onder de 20 pond. Ze hebben de kanaalblank weten te redden. Ja, echt. Ik vond het heel mooi. Ik vond het een fantastische sessie. Ik heb heerlijk gevist. We hebben super mooie vissen gevangen. Het was hartstikke gezellig. Ik denk dat we hele interessante beelden hebben kunnen schieten voor de kijkers. En hopelijk wat leerzame tips her en der. Chris, dank voor je gastvrijheid. Plezante dagen, Mark. Ja, we hebben ons geamuseerd, we hebben gevangen en absoluut. Dat is gewoon de afsluiter die we nodig hadden, vind ik. Super, dankjewel. Oké, die laten we weer snel zwemmen. Ja. Zoals jullie konden zien, hebben Mark en ik veel plezier gehad in onze sessie. We hebben goed gevangen ook. Hopelijk vonden jullie het leuk om naar te kijken. Nu gaan we naar Nederland, waar Mario Taal Hans van den Brink uitnodigde om te vissen op een van zijn favoriete thuiswateren. En we gaan nu eens kijken hoe zij het ervan afbracht.
om samen lekker naar de waterkant te gaan. Eindelijk is het dan gelukt. Drukke periodes achter de rug allebei. Maar goed, half november inmiddels. Zit aan de waterkant. Thuiswater voor jou. In het prachtige Haagse. Scheveningen. Kijk wat je zegt. Ja. Nee, ben er weer trots op. Dus, we zijn trots op Scheveningen. Zeg, we wonen in Scheveningen in plaats van Den Haag. Ik zou het bijna op een afzender zetten. Afzender Scheveningen in plaats van Den Haag. Ja. Nee, dat is gekheid, maar we zijn hier op het water waar ik heel veel uurtjes spendeer. Vooral in het najaar en voorjaar. Ja, het is nog mild. Ja. Het wordt wel wat kouder de laatste tijd. Eindelijk. Maar de bladeren zijn nog heel aardig groen. Nou, het is hier gewoon een prachtige locatie. Mooie natuur midden in de stad. IJsvogeltje vanochtend. Ja. En je kent de prachtige vissen. Nou ja, dat blijkt wel. Ik bedoel, wat jij ook al aangeeft, de omgeving is sowieso fantastisch mooi. Ja, we zijn gisteravond laat aangekomen in het donker. Het is voor mij de eerste keer om te vissen hier zo. En aangenaam verrast bij het licht worden vanochtend. Ja, mooie aanbeet. Uiteraard ken ik de omgeving wel een klein beetje. Maar toch de stoute schoenen aangetrokken om in het donker al heel wat hengeltjes uit te varen. Mm-hmm. Wat al geresulteerd heeft in het eerste resultaat op de mat. Ja, voor ons beiden. Vannacht voor mij eerst een vis. Ja. En voor jou dan zojuist. Ja. Dus we zijn allebei van de nul af. Ja. Jij bent ontmaagd op de... Op de eentjesvijver, zoals wij dat noemen. Ja, kijk eens aan. Dus, een mooie vis. Ja. Laten we maar gauw gaan bekijken. Kan niet meer terug de vrijheid in. Precies. Ja, gaan we doen. Doen we. Nou, dit is het resultaat van zo even. Prachtig begin. Ruim 20 pond. Mooie jonge spiegel, gevangen op een pop-up. Voor mij ook al een absoluut favoriete rig. Gevist tegen de overkant aan, overhangende struiken. Klein handje voeren overheen, wat gebroken boilies. Mooi begin. Gisteravond, omdat het al donker was, hebben we de lijnen met de boot uitgevaren. Maar er is één hengel die ik uit kan gooien en daarmee op de plek kan brengen. En dan kan ik toch een andere presentatie creëren dan als je een compact plekje maakt met de boot. Ik wil ook de spothengel gebruiken om plekjes om het aas heen te creëren. En daar maken we gebruik van de marker sticks. En dan gaan we de wikkelingen tellen. We kunnen op die manier gewoon heel precies terugwerpen op de plek. We nemen eigenlijk een richtpunt in de bomenlijn. Ik zie daar een gat aan de overkant van de bomenlijn. Nou, en daar mik ik elke keer op. En als ik de wikkelingen geteld heb, daarna de clip erop gezet heb, is het alleen maar werpen naar die richting. En dan komt dezelfde plek terecht. Dan hebben we de wikkelingen doen. Bijna 23. Nou, wat ik nu gedaan heb, ik heb mijn hengel op het gas gelegd. Ik heb op het begin en het uiteind heb ik een markerstek neergezet. En dat betekent dus dat die afstand tussen de twee paaltjes 360 is. Nou, die heb ik 23 keer gewikkeld. Bijna 23. Dat hou ik in mijn hoofd. Dan weet ik altijd op welke afstand ik moet vissen. Ook voor mijn spothengel, zodat ik altijd precies en accuraat op de plek aan bevoeren en bevissen ben.
Nou, ik ga deze weer snel opwinden. Ik haal de clip er niet af, want ik moet zo nog uitgooien. En dan ga ik zo meteen even gouden spothengel op de clip zetten. Oké, onderlijn ligt nu op de plek. Oplettende kijker heeft gezien dat ik met een chotrig vis. Het is daar wat drassig, dus ik wil er wat licht voer heen brengen. Nou, ik kan wel ronde bodies gebruiken. Dat doe ik in dit geval niet. Ik heb even, ben een beetje ijverig geweest. Ik heb wat bolies half gemaakt. Er zijn twee verschillende, zijn de Hydro Pro en de Tutti Tuna. Doordat ik ze zo half maak, heb ik meerdere voordelen. Het laat wat eerder de smaak en geurstoffen los. Dus meer attractie. Daarentegen worden ze ook nog eens een keer wat lichter. Waardoor ze minder makkelijk de bodem in zullen zinken. En langzaam naar beneden zullen vallen. Dan blijven ze mooi op de bodem liggen. En nou, dan ga ik met de spot dat die kant op krijgen. Laatste hengel alweer in orde gemaakt. Ook deze nog even uitvaren. Zoals de meesten een beetje gewend zijn, voor mij maak ik gebruik van voor mijn favoriete reverse combi rig. 15 mm Tutti Tuna pop-up. Transkaki Illusion voorslag. Klein stukje ervoor. Puur voor de zekerheid, dus toch tegen de struiken aan te vissen. Als er hier of daar een tak onder water ligt waar eventueel de vis nog langs heen gaat, dan beschadigt die lijn niet zo snel. Perfecte presentatie. Hopen dat het vannacht weer een mooie vis oplevert. Nou, ik lag even heerlijk te slapen en ik werd verrast met een aanbeet. Snel eruit. En terwijl ik hier die vis laat brengen, is Hans ook bezig. En daar komt hij. Mooie spiegel. Hoepla! Nou, wat Mario al aangeeft net. Terwijl hij net zijn vis op het open water heeft gekregen, gaat er bij mijn hengel af. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat ben ik hoor. Als je jouw hengel ietsje op kan tillen, dan gaat hij voorlangs en dan ga ik onder jou door. Hopla! Die is ook binnen. Nou, ik vond wat te doen, maar. Ja, perfect, hè? Sorry. Mooi spiegelkuiper. Mario ook. Volgens mij redelijk van hetzelfde formaat. We zullen eens even... Eén voor één onthaken en kijken wat we precies hebben.
Even heel wakker geschud. Begin van de avond Mario helaas een vis gelost. Maar inmiddels zijn we een paar uur verder. Lagen net goed te slapen. En zie daar. Twee vissen tegelijk. Ja, fantastisch. Helemaal toch? Top. Fantastisch man. Het is een leuke wake-up call zo midden in de nacht. En ja, het is gewoon fantastisch om met z'n tweeën die vissen te trillen. Het is gewoon een groep vissen die langskomt. En die we met z'n tweeën onderscheppen. Ja, de jouwe 6,8 kilo. De mijne 11,6 kilo. Ik zeg, fantastisch resultaat. Wat een goede tactiek. We hebben snel even de vissen teruggehangen. In de slings. Om de lijnen zo snel mogelijk weer terug op de plek te krijgen. Om toch de aanwezige vis te proberen alsnog te onderscheppen. Dus we zijn weer volop aan het vissen. We gaan even foto's maken. Kunnen ze gauw weer terug. Juist. Super. Mooi man. Toen we hier net aankwamen, begin van de sessie, toen vertelde je al dat dit een van je absoluut favoriete water is. Hoe is dat gekomen? Ja, ik woon hier eigenlijk heel mijn leven al. En ja, dus ik kom er nogal wat vaak voorbij. Wat? Wat? Waarom lach je nou zo? I ask him, so this you told us, this is one of your favorite lakes. Yeah, I've been living here all my life. Ja, wat nou? Je woont toch niet je hele leven aan het water? Je versterkt. Je kunt zijn hoor. Toen we hier net aankwamen, eergisteren, toen gaf je al aan dat dit een van je absoluut favoriete water is. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik woon eigenlijk al bijna heel mijn leven in Scheveningen. Dus ik ken het water wel een beetje. Ik zie het vaak, ik rijd er vaak langs voorbij op weg naar werk. Een hoop vrienden van mij en familie vist hier. Dus ik weet een beetje wat hier te verwachten valt. Nou, daarnaast is het wel een prachtige mooie omgeving, mooie natuur. Je ziet van alles hier. Dus ja, voor mij is het een aantrekkelijk stukje water. Ja, ik kan me goed voorstellen, ondanks dat we midden in de stad zitten, is het toch... ja. Mooi stukje natuur, wat je ook al aangeeft. Daarnaast is het ook nog eens een keer niet een afgesloten water waar we zitten te vissen. Nee, dat klopt. Hoe zit dat? Ja, het is een open watersysteem. Het staat in verbinding met een stuk kanaal wat hierachter loopt. Dat loopt weer door naar de gracht. En vanuit de gracht kunnen ze eigenlijk door naar tot en met Rotterdam zwemmen. En zo via de Vliet richting Leiden en verder. Dus je weet inderdaad nooit wat je vangt. Je kan er alles tegenkomen. Dat is, ja, dat is heel verrassend wat je kan vangen. En ja, er wordt sinds... 2005 wordt hier al vis uitgezet, om er even op aan te haken, door de Schavenhaagse Hengelsportvereniging. Er zat hier al een prachtig mooi bestand op, mooie schubkarpers, mooie oude strijders. Ja, en sinds 2005 zijn we er wat mooie spiegeltjes. Oké, okay, en die oude bestandsvissen, die komen hier nog steeds tegen? Ja, zeker, maar het lijkt wel alsof die niet echt honkvast zijn. Die trekken wat meer op en neer en zo vang je er een paar en zo zie je ze gewoon een jaar niet. Dus ja, dat lijkt het weer zo mooi. Ja. Het is heel verrassend. Nou ja, de vissen die wij tot nu toe hebben gevangen zijn duidelijk spiegelkarpers afkomstig van de projecten. Ja. We zijn heel benieuwd. We hebben nog één nacht te gaan en wie weet kunnen we nog wat bijschrijven. Ja, misschien kunnen we de sessie mooi afsluiten met een oude strijder. Bijvoorbeeld. Gisteren al zei, gooi ik met één hengel gooi ik mijn lijnen uit, in plaats van dat ik ze uitvaar.
Gewoon simpelweg om de stek wat meer rust te geven en geen onrust te veroorzaken met een boot. Je kan het hier snel de lijn weer op zijn plek krijgen, overdag en gedurende de nacht. Nou, ik gebruik daarvoor een chodrig die ik bevestig op een 30 OB submerge. Met een mainline sinker die halverwege de leader zit en een chod bead. Op deze manier kan die tijdens de landing kan die omhoog schuiven door het tegengewicht van de pop-up. Op die manier zakt hij niet verder in de bodem, maar zal hij gewoon de lijn opschuiven en op de bodem gepresenteerd worden. Ik maak gebruik van een kant-en-klare chodrig, simpelweg omdat ze net zo goed zijn als dat ik ze zelf zou knopen. Het bespaart me weer tijd. In plaats van te knopen kan ik gewoon snel weer vissen. Ik zeg super. In tegenstelling tot Mario, die net heeft uitgelegd dat hij een van zijn hengels met een chodrig bewust uitgooit in plaats van gebruik te maken van een boot. Daarmee houdt hij natuurlijk de rust op zijn stek. Nou, ik kies er in dit geval wel voor om beide lijnen uit te varen. Ik zit strak tegen de overkant aan te vissen, overhangende bomen. Wellicht ook wat afgebroken takjes en dergelijke, bladeren afgezonken naar de bodem. Dus ik ga eigenlijk op zoek naar wat schone, harde plekjes, vlak tegen de takken aan. Daarbij gebruik ik heel simpel een ouderwetse schepnetsteel. Beetje prikken in de bodem, dan kom je al gauw dat soort harde plekken op het spoor. En dan is het heel makkelijk, naast de boot, naast de stik, je aas laten afzakken. Nou, dan ligt alles perfect. Ondertussen aan deze kant houdt Mario de lijn strak. Komt er geen bocht in de lijn te hangen. Wat ik al aangaf, we liggen strak tegen de overkant aan te vissen. Slip komt helemaal dicht te staan. Als laatste aan deze kant maken we gebruik van springers in plaats van swingers, omdat we met hele strakke lijnen vissen. Alles potdicht. Op het moment dat je een aanbeet krijgt, springer komt iets omhoog en zal direct loskomen van de lijn. Contact maken. Helemaal perfect. Sessie zit er alweer op. Is weer lekker snel gegaan. Tja. De laatste zeker. Nacht was bijzonder. Ja. Bijzonder, ja. Griebels, brasems, losser. Ja, was niet helemaal wat we hadden gehoopt. Nee. Maar al met al hebben we gewoon een mooie sessie gedraaid. Ja, zeker. Voor de tijd van het jaar. Ja. Hele mooie vissen gevangen. Ja, het weer was toch omgeslagen, want de koude wind toch vol op de stek staan. Ja, dat is hier niet ideaal. Dat weet ik zelf ook. Ja. Maar ja, moet ik een keer op gaan nemen en nu was het er wel van gekomen. Dus. Dat is ook, het is geen excuus. Het is nou helemaal zoals het is. Het is een mooie vissen natuurlijk. Het is vissen toch, of niet? En uiteindelijk, we hebben mooie vissen gevangen, kom op. En dit is echt vissen. Ja, wat dat betreft helemaal super. Absoluut. Binnenkort zal het wel zo zijn dat we een wintersessie draaien, want zo die kou begint er goed in te komen. Ja, je merkt inderdaad goed dat we snel richting de winter gaan. Koude nachten, bomen verkleuren nu snel. Alweer hier? Ik denk dat we het nog maar een keertje over moeten doen, toch? Ja, je bent altijd welkom. Helemaal top. Gaan we doen. Super. Doe het. Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben Hans en Mario het er meer dan behoorlijk van afgebracht in Nederland. Ze vingen enkele mooie spiegels, dus goed gedaan, jongens. Nu gaan we kijken naar enkele video's van nieuwe producten die Fox heeft uitgebracht, zodanig dat jullie iets meer informatie hebben over de mogelijkheden van deze items. De Superbrollies van Fox zijn al jarenlang een populair product. Zowel de gewone versie als de System.
Na al die jaren van populariteit hebben Fox toch bedacht om een aantal verbeteringen aan te kunnen brengen. We hebben nu 4 nieuwe brollies voor jullie. De Super Brolly 50 Mark II en de Super Brolly 60 Mark II. Beide zowel in de gewone versie als in de system versie verkrijgbaar. Nou, het allereerst, het belangrijkste wat we vervangen hebben is het doek. Allereerst het Fantech materiaal. Dat is anders dan normaal. Alles is nu Fantech. Beter ademend, meer waterdicht en duurzaam. Staat bekend om zijn duurzaamheid. Het is goed materiaal en gaat de brollies alleen maar verbeteren. Dan, achter. In plaats van plastic materiaal op de cap, hebben we nu een hard plastic cap gemaakt. Daaronder zit een rubberen seal die het helemaal afsluit om regen doorlopen te voorkomen. Dan het volgende. Zowel voor de Super 50 als de Super 60 in Mark II fashion. Allebei de Super Brollies hebben ventilatieramen aan de achterzijde. Geef je zomers een mooie ventilatie door de brolly heen en zorg voor minder condensatie. Die kunnen natuurlijk ook gewoon dicht. Dan sluit je het gewoon af. Rits naar beneden. En hij is weer dicht. Zo, dit waren de grootste aanpassingen aan de Super Brolly 50 en Super Brolly 60 Mark II. Dan gaan we naar de eigenschappen waar de Super Brolly zo onbekend staat. De optionele rib aan de voorzijde. Zorg voor betere afvoer van regen, zorg voor meer stabiliteit. Hoef je niet te gebruiken voor de korte sessies, maar maakt de tent wel meer stabiel. Dan het STS-mechanisme. Dit ver naar boven geplaatst, samen onbekend. Daar is de Super Brolly zo populair mee geworden. Geeft veel ruimte. Heb je geen last van, stoot je hoofd niet. Alleen maar top. Dan nog een klein dingetje wat we aangepast hebben. We hebben beschermkapjes gemaakt voor de stormpaaltjes. Zodat je niet het doek beschadigt. Goede uitvinding. Zorg dat je tent nog langer heel blijft. Naast de caps hebben we hier ook nog 2 bevestigingspunten voor 2 grote stormpalen. Als je echt in een winderige conditie zit en echt stevig wil staan, kan je hier nog 2 grote inzetten. Je kan de tent ook wat hoger zetten en dan gaat hij echt geen kant op. Dan de Super Brolly 50 en Super Brolly 60 Mark II worden geleverd met een PVC grondcel, 2 korte stormpalen, wat meerdere haringen. En tevens verkrijgbaar een Mosimens insectengaas voorpaneel en tevens een overwrap. Dit was de gewone Super Brolly, gaan we over naar de Super Brolly System. Zowel in de Super Brolly 50 als Super Brolly 60 te verkrijgen. Het belangrijkste deel wat we vervangen hebben is dat we de deuren helemaal uit kunnen ritsen met 2 ritsen. Je kan hem zo laten, je kan hem helemaal uitritsen. Je krijgt er tegenwoordig 3 verschillende opties bij. Dat is een insectengaas, een plastic doorschuindeur en een dichte deur. Ze zijn helemaal volledig uitritsbaar, vangbaar. Je kan hem ook nog eens een keer oprollen en dan hierboven vastmaken. Dat is allemaal mogelijk. Super Brolly System heeft een dakje. Het zorgt voor betere afvoer van de regen en zorgt dat de regen niet je tent inwaait. Dan hebben we aan de bovenzijde ook de rotstrap. Dan kan je je hengel tegenaan zetten, vastzetten. Ook aan de andere kant zitten er 2 op. Super Brolly System wordt geleverd met 4 stormpalen. 2 grote en hun binnenkant 2 kleine. Aan de voorzijde en aan de buitenzijde hebben we meerdere haringpunten om vast te zetten. In hoogte kan je je Super Brolly verstellen, dus elke hoogte wensbaar kan je hem opzetten. De Super Brolly System heeft ook een uitritsbaar voorpaneel. Dus je kan gewoon hem gebruiken als een gewone Super Brolly of gewoon een bivy creëren. Dan hebben we nog een nieuw dingetje. Aan de achterzijde, ook bij de system, niet alleen bij de gewone Super Brollies, maar ook bij de systems, hebben we aan de buitenzijde, aan de achterzijde, hebben we 2 ventilatieramen gecreëerd. Die kan je zo oprollen. Met 1 of met 2 straps vastmaken. Aan de andere zijde ook even. En dan komt insectengaas naar voren. Zorg voor betere ventilatie, zeker tijdens de warmere zomermaanden. Of gewoon maar in het mooie lenteweer zoals nu. Ik zeg helemaal top. Super verbetering. Maakt de Super Brolly nog beter dan die ooit was.
Hallo, welkom bij Fox TV. Vandaag stel ik jullie de nieuwe rubberboot voor die in de FX-serie uitkomt. De FX 2,40 meter. Een tussenformaat tussen de 2 meter en de 2,90 meter. Heel universeel inzetbaar. Je kan ermee naar Frankrijk. Maar ook compact genoeg om een klein nachtje mee te vissen. Ik ga jullie eventjes tonen wat die boot zo aantrekkelijk maakt of gemakkelijk maakt. Eerst en vooral de bodem. Die kan erin blijven, dus je kan hem heel snel oprollen. 4 plankjes, die zorgen toch voor genoeg stevigheid. Maar zorgen ook weer voor dat snel op en af bouwen van de boot. Wat is er nog bijzonder aan? Het zitje, de plank, kan je gemakkelijk in de positie verschuiven die je wil. Als je zegt van ik gebruik bijvoorbeeld een elektromotorbatterij hieronder, elektromotor hier. Die plank kan je hier zo mooi op de hoek zitten om te roeien. Net omgekeerd, schuif je hem naar daar, kan je gemakkelijk roeien. De paddles zitten vast in clips, heel handig als je de boot eventjes moet transporteren. Dopje met een touwtje zodat je die niet kan verliezen. En het leuke eraan is dat die volledig mat zwart zijn. Dus een leuke gimmick, ziet er heel mooi uit. Hetzelfde als de kleur van het doek eigenlijk, dat olijfgroen. Heel stevig doek, 0,9 mm dik en in een prachtige karpie kleur. De punt is ook mooi op een top, dus het is een heel leuk model. Wat hebben we hier nog? Iets dat heel handig is als je met twee bent, de handvaten. Hier heb je er twee. Twee stevige handvaten om hem te dragen. Twee vooraan ook. Om op te dragen, dus je kan het zo dragen of langs de zijkant met het touw, zo. Of als je met twee bent, hier een heel stevige roestvrijstalen beugel met je touw om de boot vast te leggen, maar ook om de boot op het droge te trekken of hem te dragen. Dus deze boot, heel handig formaat. Komt in een ruime zak, dus als je hem oplooit, krijg je hem ook effectief weer in de zak. De paddels zitten in de zak, de plank zit in de zak. Er zit een voetpomp bij om de boot snel op te pompen en ook zelfs een reparatiekit. Iets dat ik nog niet gezegd heb, is de verstevigde kant hier. Als je ergens tegenaan botst, een betonnen kade of zo, dan zorgt die rubberen strip ervoor dat je boot beschermd is. Hetzelfde aan de onderkant. Ik zit hier nu op de grond, maar ook op de onderkant van de tubus is er langs beide kanten nog zo'n rubberstrip. Echt een aanrader. Tot later. De Torx-serie. Prachtige hengel, mooie serie, goede prijs-kwaliteitverhouding en zeer populair gebleken. Vanwege die populariteit hebben we 4 toevoegingen gedaan. In mijn handen een 10-voet 3-pons versie met een reguliere handvaten. We hebben ook een 12-voet versie toegevoegd, de 2-3-kwart. Die kan je krijgen in de reguliere versie of full duplon of full kirk. Alle Torx hengels hebben 18 mm Fuji reel houders, Fox slick guides en een prachtige zwarte afwerking over op de ringen van de Fuji reel houder en de bodembut. Prachtige hengel. Ga hem bekijken in jouw dichtstbijzijnde Fox winkelier en laat jezelf overtuigen. Hallo, welkom bij Fox TV. Ik zit hier tussen 2 nieuwe badgers die in de Fox range komen. Het gaat over de Flatlighter Mark II, de normale versie. En hier de Flatlighter Mark II, de compact versie. Alle features op de 2 badgers zijn gelijk, behalve natuurlijk de compact, de naam zegt het al, dat die ietsje lichter is, ietsje smaller en ietsje korter voor als je uit een boot wil vissen. Onder een Supa 50 inch wilt zitten of gewoon in een kleine, op een kleine stack zit en je hebt een compacte badger nodig, is die ideaal. Ik overloop met jullie, zoals ik al zei, de features zijn toch hetzelfde, enkele van de vernieuwingen op deze badger. Het eerste is hier de buitenkant, een peachskin materiaal die nog zachter is en waterafstotender dan de vorige. De ritsen
weer met de bajonetsluitingen. Dan kan je één kant, de kant van de achterkant van je bivy vastklikken, zodanig dat je s'nachts niet bloot komt te liggen. Stevige grote ritsen die gemakkelijk open gaan bij een run. Vlies, voering langs de bovenkant om meer warmte te hebben. En ook 10 centimeter brede tochtstroken, zodanig dat je echt de warmte goed vasthoudt. Ik heb er al een nachtje in geslapen en die is echt heel lekker warm. Wat hebben we nog? Dus ook de vulling. Er zit een andere vulling in die beter isoleert. 80% van de vulling zit bovenaan, 20% van die vulling zit onderaan. Een grote vernieuwing dus bij die slaapzakken is, dat is de standaard 4-seizoenen slaapzak. Er is ook, net zoals bij de oude Flatlighter, een 5-seizoenen slaapzak. Maar het vernieuwende nu is, kijk hier onder die elastische cover hier, zitten nu ritsen zodanig dat je de slaapzak er gewoon in zijn geheel kan afritsen. En dan zie je hier de vliesmatras en de bedger. Dus die kan eraf en je kan er zo de 5 seizoenen makkelijk weer op ritsen. Ik leg hem eventjes terug vast. Voilà, dat zit mooi weg. Dus wat hebben we hier aan de onderkant van vernieuwingen? Eerst en vooral de poten die opnieuw makkelijk weg te klappen zijn. Een andere verbetering zijn de 2 straps nu, om de badger, als je hem opvouwt, nog compacter te krijgen. Ik toon het eventjes. Als je doet zo. Deze hierop. Tijdens gewoon gebruik kan je ze hier wegbergen, dat ze nergens tussen vallen. En als je dan opruimt, zo. Even losmaken. Voilà. Mooi aanspannen. Andere kant doe je hetzelfde. En de bedje zit nog compacter weg. Ook nieuw, dat zie je hier al, is de manier waarop dan de elastieken bevestigd zijn. In plaats van lusjes hebben we nu gekozen voor metalen ringen. Gewoon omdat de elastiek dan beter zijn ondersteunend werk kan doen. Het wordt iets makkelijker om hem aan te spannen, zodanig dat je hem volledig... En je legt hier dan gewoon een nieuwe knoop in en je snijdt het af. Zodat je hem volledig naar je eigen wensen van hard of zacht kan instellen. Ik draai hem eventjes om nog. Om hier te tonen wat er... Dus die elastiek, dat gedeelte, noemt de lumbar support. Dat is gewoon omdat de bulk van je gewicht natuurlijk, je schouders en je romp liggen hierop. En je benen en je hoofd is dan gewoon met de elastiek rond het frame. Dus ik heb al gezegd dat er een 5-seizoenen slaapzak komt. Er komt ook opnieuw een thermocover die je met in combinatie met deze slaapzak kan gebruiken. Ook een cover in de Fox Camo uitvoering. En het leuke aan die covers is, uiteraard kan je ze weer vastzetten over het voeteinde. Maar je kan ook door middel van velcro de covers hierop vastzetten, zodanig dat ze tijdens de nacht, als je een woelige slaper bent, toch heel mooi over jou blijven liggen en je warm houden. Oké, hallo. Ik heb al de Flatlighter Mark 2 voorgesteld. Nu heb ik de gewone standaard slaapzak eraf genomen en er de 5 Season op gelegd. We gaan eens kijken. Dus ik heb die eraf geritst. En we gaan nu eens kijken hoe dat we die warme slaapzak voor 's winters eraan monteren. Dus we hebben hier de 2 ritsen. Onderaan. 1 voor elke kant. We zien dat het daar goed boven zit. Deze ook. Eventjes. Voeding een beetje ompolen en dan gewoon hop. Over de hele lengte. Dus als je de slaapzak langs beide kanten aan de bedje hebt vastgeritst, kan je hier de elastische overslag erover leggen dat alles mooi weg zit.
En dan is de slaapzak eigenlijk klaar voor gebruik. Hetzelfde, buitentochtstrip. Zware rits die heel makkelijk open gaat. Een brede tochtstrip van 10 centimeter die alle warmte echt binnen de slaapzak houdt. En als, zoals je ziet nu op de onderkant een mooie zachte vlies. 20% van de vulling zit hier, 80% van de vulling zit hier. Een vlies die niet kleeft, die echt mooi rond je lichaam sluit. En dit keer hebben ze ons echt verwend met die vulling, want die is echt super dik, warm. Ik ben er zeker van, zelfs een nacht dat het vriest, dat je hier heel lekker warm gaat inleggen. Dus een hele dikke vulling. De slaapzak die je zelfs in de koudste nachten zal warm houden. En uiteraard, dit is de 5 Season Compact versie. Ook voor de normale flatlighter is dezelfde slaapzak beschikbaar. Nog twee producten die ik met jullie ga doornemen. Zijn de fantastisch uitziende Badger covers in de Fox Camo. Als je goed kijkt zie je hier en daar zo een kleine Fox logootje in het camouflagepatroon verschijnen. Dus het ziet er echt heel mooi uit. Aquos materiaal, dus waterbestendig materiaal. Twee versies. Deze hier is de thermal cover. Ook hier weer beschikbaar voor de compact en de normale versie. Thermal cover is een dik gevoerde vliescover. En die heeft de volgende nieuwe eigenschappen. Hier zitten we met een lusje waar dat je met die bajonetsluiting die kan bevestigen aan de bovenste laag van je gewone slaapzak. Zoals ik al daarstraks zei bij de Badger, onderaan is er velcro. Die velcro komt hier nu terug, zodanig dat je heel gemakkelijk die velcro hieronder kunt plakken. Dat je echt heel goed beschermd zit tegen de koude. En achteraan dan heb je, om aan die poot nog te bevestigen, nog een velcro gewoon rond de poot doen. En dan zit ook die vast. Je ziet er zijn enorm lange flappen voorzien, zodanig dat er echt geen warmte verloren gaat. Hier ga je fantastische slapen maken. Naast die warme hebben we ook nog, stel je voor, zomers. Je wil een nachtje gewoon buiten slapen en van de sterren genieten. Een dunnere versie. De regencover, de Aquos cover. Ook vlies gevoerd, minder vulling erin. Stel je voor dat het heel warm is 's nachts. Dan zip je gewoon alles eraf. Of slaap je op je slaapzak. Dan slaap je gewoon onder deze dunne cover. En heb je helemaal niet te warm. De nieuwe Ranger Mark II pot. Verkrijgbaar in de 3-hengel, 4-hengel versie of je kan buzzerbars kopen voor 2 hengels. Mooie optie. Daarnaast hebben alle bevestigingen een dubbele bevestiging camlock. Zijn allemaal rubberen handgrepen, makkelijk te gebruiken. Deze middelste zijn voor de lengte te verstellen. Ze zijn makkelijk uitschuifbaar en weer vast te zetten. Daarnaast hebben we voor de beide poten een dubbele. De eerste en de tweede. Met die tweede kan je de poten wijder of smaller zetten. Eenvoudige optie erop, klik hem weer dicht en het staat weer zoals jij wil. Daarnaast hebben we op de banksticks nieuwe bevestigingen gemaakt. Door 2,5 slag te draaien en bevestigingen naar beneden te trekken, kan je hem snel verstellen en weer indraaien. In plaats van 3 bevestigingspunten hebben we er nu 6. Dus je kan hem op 6 tandjes kan je hem zetten in plaats van 3. Heel flexibel dus en naar elke eigenschap of omstandigheid aan te passen. Naast het feit dat het een prachtige robpot is die naar eigen wens kan aangepast worden, kan je deze robpot ook omturnen naar een quadpot. Dat doe je heel simpel. Je haalt de poten eraf, je haalt het hoofdgedeelte eraf. Dan doe je inserts in de poten, die schuif je op de hoofdbars. Dan schuif je dit gedeelte er weer op. Doe je aan de andere kant doe je dat ook en je hebt een quadpot. Het is eigenlijk heel simpel en heel flexibel, dus je hebt eigenlijk 2 pots in 1 product. Dit is dus de Ranger Mark II pot. Heel veel product voor 1 bedrag. Wordt geleverd met 40 cm banksticks, 45 cm banksticks en 120 cm banksticks. Of je nu laag wil vissen, hoog wil vissen, lang wil vissen, kort wil vissen, maakt allemaal niet uit. Kan naar elke wens aangepast worden en in welke situatie je ook vist, dit is de pot die je moet hebben. Bekijk hem nu bij jouw lokale winkelier.
Hallo, welkom terug bij Fox TV. Ik toon jullie nu een aantal nieuwe aanvullingen in de Edges and Tackle reeks. Het eerste dat ik hier bij de hand heb, zijn de nieuwe line-aligners, de korte versies. Ze noemen micro-line-aligners. En net zoals de gewone standaardversie, ook hier weer in twee uitvoeringen. Voor haakjes maat 10 tot 7 en dan de andere voor haken maat 6 tot 2. Ietsje korter, om een nog fijnere presentatie te maken. Bij een lange haaksteel heb je die langere line-aligner niet nodig en kan je gewoon met die kortjes heel mooi uit de voeten en mooie rechts maken. Hetzelfde gebruik, gewoon de lijn erdoor, een beetje opmaken aan de knoop, erover duwen en je is klaar. Heel mooi product. Een tweede nieuwigheid zijn de Naked Line tailrubbers. Nu, wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk tailrubbers om over je leadclip te schuiven, die veel langer zijn uitgelopen, heel fijner ook. En dat is voor mensen die gewoon graag zonder tubes of zonder leadcore vissen, of waar leadcore verboden is, gewoon om een mooie conische overgang te krijgen van je hoofdlijn naar je leadclip, zodanig dat je niet in de war hoort. Een andere, is twee keer hetzelfde product, maar in een ander formaat. Dat zijn de anti-tangle sleeves in kort en in gewoon formaat, maar nu met toegevoegd tungsten. Omdat anti-tangle sleeves nogal de neiging hebben om lucht te bevatten als je over de haak stuurt. Meestal los je dat op door een beetje putty op de onderlijn te kneden. Maar als je dat niet doet, kan je met deze tungsten, ben je toch 100% zeker dat die heel mooi op de bodem ligt. Hallo, een andere nieuwe aanvulling op het Edges pakket zijn de Power Grip tailrubbers, die nu ook in een LED-clip pakket komen. Dus die Power Grip tailrubbers zijn eigenlijk ontwikkeld om iets meer grip op je, ja, de naam zegt het al, om iets meer grip op je ledclip te krijgen. Voornamelijk als je bijvoorbeeld op rivieren met heel zwaar lood vist, dan is het nodig dat die ledclip toch ietsje meer grip heeft. Hetzelfde als je met een PVA-stick of een stringer werpt. Door de impact van je zwaardere haka's kan het zijn bij een normale ledclip dat je lood bij de impact op het water loskomt. Dus met die Power Grips ga je dat voorkomen. Dus ze komen ook in een pakketje. 5 ledclips, de grotere versie, die dus geschikt is voor de wartel maat 7. Die wartels zitten er ook bij, samen met de stopjes. De wartels in 2 uitvoeringen. Weer de quick release met het haakje en de gewone wartel. Je hebt je Power Grip tailrubbers en dan ook nog eens de gewone anti-tangle sleeves voor over je onderlijn. Een heel compleet pakket, kan je direct zo mee aan de slag. De nieuwe Horizon Duo pot. Vroeger kwam de Horizon Rob pot met een enkele bar in het midden. Tegenwoordig bij de Horizon Duo hebben we dubbele bar met dubbele camlocks. Daarmee kan je dus de lengte van je Rob pot aanpassen en weer terug verplaatsen naar elke wens en elke omstandigheid. De buzzerbars kunnen ook door middel van de 2 camlocks in de hoogte versteld worden. Kan natuurlijk ook gewoon aan de voorzijde. Deze robot is leverbaar in een 3 hengel versie of een 4 hengel versie. Apart verkrijgbaar zijn buzzerbars voor 2 hengels. Krijg je een hele mooie compacte robot, ziet er stylisch uit en kan je gewoon met 2 hengels op een robot vissen. De robot komt met 25 cm banksticks en 30 cm banksticks. Apart natuurlijk verkrijgbaar de langere banksticks, zodat je een beetje euro-stijl wat hoger kan vissen. Dat kan door middel van de banksticks los te draaien en gebruik te maken van de 4 standen waarin je deze kan zetten. Dat doe je heel simpel gewoon door los en weer vast te draaien en hij staat. Zo, dit is dan de nieuwe Horizon Duo pot. Wordt geleverd met zijn eigen draagtas. Ik zeg een mooie robot, prijs-kwaliteit verhouding zit goed. Bekijk hem nu bij jouw lokale winkelier.
Hallo, welkom bij Fox TV. Ik zit hier bij de tweede nieuwe aanwinst in de FX boterreeks van Fox. Het grote broertje, een 3,20 meter. Dat is al een hele boot. Maximum motor die erop kan is 15 pk. Dus voor mensen die de rivieren willen bevissen, is dat echt wel de boot die er heel voor geschikt is. Wat is er bijzonder aan die boot? Net zoals alle andere boten heeft hij hetzelfde sterke olijfgroene doek, de verstelbare plank, de zwarte roeispanen met vierkante neus om efficiënter te peddelen. Een heel goed bevestigde spiegel, zodanig dat hij de kracht kan opvangen van die zware benzinemotor, als dat zou nodig zijn. En als extra komt er hier dat je dit model boot kan kiezen met twee vloeropties. Voor eerst heb je de vloer met vaste panelen, dus je ziet dat er hier aluminium verstevigingen zitten waarin dan de vijf panelen klikken. Dat is een multiplex schout die watervast gekoot is en die ook nog eens een anti-slip plaag heeft, want als die planken nat zijn, als het regent of zo, dan kunnen die glad zijn, maar dankzij die anti-slipcoating blijf je daar ook veilig op staan. Dus die vloer met die aluminium, heel geschikt om die zware klappen op te vangen als je er met een zware buitenboordmotor op zit. Een tweede optie die je kan kiezen is de airdeck. Mensen die daar de voorkeur aan geven, is nog ietsje sneller en compacter op te bergen. Je ziet hier aan de planken op de spiegel, deze plank is gemaakt om de houten vloer onder te klemmen. Die plank die hier nog boven staat, die wordt dan gebruikt om de airdeck vast te zetten. Uiteraard komt die vanzelf vast in de neus als je het opblaast en daar onderaan die plank. Drie luchtkamers op te pompen met de bijgeleverde pomp. En hier ook een kiel voorzien die je onder de airdeck of onder de houten vloer zet om meer stabiliteit en beter je baan te houden als je snel vaart. Wat hebben we hier nog? Een belangrijke feature misschien is die voor een deel het probleem op of wegneemt als je een visvinderklem gebruikt of een visvinderhouder gebruikt. Die planken zijn nogal smal, dus daarom zijn er langs binnen- en buitenkant een extra verdikking in plastic opgezet met de uitsparing, zodanig dat je daar mooi langs beide kanten, dat is afhankelijk van hoe je schroef draait, waar je best je sonde plaatst op de spiegel. Dus dat hebben we. Uiteraard de hendels weer. Hier staan er 6 hendels op, zodanig dat je met 2 mensen iemand achteraan of langs de zijkant kan je hem dragen. Zodanig dat hij toch makkelijk in en uit het water gaat. En dan komen we nog vooraan hier. Met die grote plastic knop, die is voorzien van tandjes. Als je met een dik touw een anker wil laten zakken, dan kan je hier het touw in vastklemmen en glijdt het niet terug. Dus een heel stevig, je ziet een massieve patch erop, heel stevig gelijmd, zodat hij zeker niet loskomt. Als je wilt ankeren, dit is je ankerpunt. Dus samengevat kunnen we zeggen dat als je een boot zoekt waar je een langere buitenlandse trip wil meedoen met een visvriend, of je wil rivieren of grote kanalen bevissen, een boot die tegen een stootje kan, stevige vloer, ook weer de versterkte rubberpetjes langs de zijkant, de onderkant en ook in het midden op de kiel is er een over de volledige lengte een rubberen strook. Je kent dat als je ergens op een strand of een stenige ondergrond op een rivier wil aanmeren, dat je vloerpaneel optimaal beschermd is. Ook hier weer een volledige pakket, een ruime opbergtas, voetpomp, de paddles, de plank en de bodem die er apart gemonteerd bij zit. De Horizon X is populair hengel gebleken de afgelopen tijd. Daarom hebben we 3 nieuwe versies toegevoegd aan de range. Te beginnen met de 12 voet 2/3 kwart versie. Deze is nu tevens in full Doppler te verkrijgen of full cork te verkrijgen. Deze hengel heeft een 2K en een 1K carbonwikkeling. 2K in het bodemgedeelte, 1K in het topgedeelte. Het geeft de hengel niet alleen een mooie uitstraling,
maar tevens kracht in de body om te gooien of de vis te spelen voor je neus of ver weg. Het is gewoon een hele goede hengel. Dan hebben we ook nog de 10 voet 3 LB. Prachtige hengel. Super voor als je vanuit de boot de vis wilt drillen of wanneer je wat struinwerk wilt verrichten. Super slanke hengel en in vol Duplon versie te verkrijgen. Deze hengels, maar ook alle andere hengels in de Horizon X-Range, hebben een 18 mm Fuji reelhouder. Fox Anti-Tangle Slick Guides. Een zwarte bodemcap. Tevens hebben deze hengels een prachtig mooie uitstraling. En geven ook nog eens een keer de prestaties die je van die hengel verwacht. In de range van de Horizon X is voor iedereen wat wils. Ga het uitproberen. Ga er naar kijken. Ga naar jouw tackle shop. En kijk of er wat voor jou tussen zit. Er zit er gaai tussen. Hallo, welkom bij Fox TV. Ik sta hier bij het grote broertje van de populaire Royal Classic Bivy, de Two Man. Mensen die voor deze zomer op zoek zijn naar een grote tent aan een heel budgetvriendelijke prijs. Dat is degene die je nodig hebt. Ik overloop met jullie enkele van de belangrijkste kenmerken. We beginnen met de deur. Je ziet hier een doorkijkdeur. Dat paneel kan vervangen worden met de velcro en de ritsen voor een paneel dat dicht is uit vol doek. Muggenhaas is geïntegreerd zowel hier als aan de zijkanten ook. Kan je dit oprollen en heb je het muggenhaas erachter. Is het heel mooi weer en wil je een maximale kijk op het water, dan kan je de deur oprollen en ook de zijpanelen losmaken en zo met die elastiekjes alles mooi openmaken. Wat hebben we nog? Hengels aas vernieuwen met de rotstraps. Heel handig. Hengels kunnen niet wegwaaien. Hengel er tegen. Clip langs hier. Daar ook eentje. En je ziet dat die tent heel stevig staat. De tension bars, dat zijn de buizen zo je wilt om de hoepels mooi strak te houden. Ze hebben ervoor gekozen bij Fox om er hier vooraan 2 te steken. Die klik je dus zo gemakkelijk los. Klik je erop, eventjes duwen en hop. En die staat muurvast. Dus naast de tension bars om de tent heel strak te krijgen, zijn er hier ook onderaan tension straps voorzien. Het is de bedoeling bij het opzetten van de tent, als je de buizen in elkaar steekt, dat je die losmaakt, zodat je een beetje speling krijgt. Maar eens de tent opstaat en ze met haringen is vastgezet, kan je hier zo mooi het doek op alle 3 de baleinen heel mooi op spanning brengen voor een nog strakker resultaat. Achteraan de Classic Bivy zijn er ook 2 ventilatieramen voorzien. Opnieuw afgesloten met velcro en rits. Die ventilatieramen hebben eigenlijk 2 functies. Ten eerste brengen ze meer licht binnen in de bivy. En ten tweede, als het heel warm is, krijg je natuurlijk een beetje tocht. Of zoals de Engelsen het zeggen, airflow. Zodat het ook bij warm weer draaglijk blijft in de bivy. Dus gewoon oprollen. En ook hier weer bovenaan zijn er die elastiekjes voorzien, zodat je ze mooi kan vastzetten. Dat je hier stopt dat er mooi onder. Voilà. Dus de Classic Two Man Bivy is heel veel tent voor een hele mooie prijs. En er is ook nog een Royal Classic Skin leverbaar. Eigenlijk een overwrap die je dat dubbel doek geeft. Ook 2 rotstraps aan de deuropeningen. Ideaal voor de winter of de koudere periodes om iets meer bescherming te hebben. Oké, ik zit nu hier binnen in de Royal Two Man Classic. De achterpanelen zijn open. Alhoewel de zon hier op de tent schijnt, is het toch aangenaam draaglijk. Je ziet hier een bedje, daar een bedje. Een ruime middenhang, zeker nog 1 meter over. En het bedje staat zelfs nog niet tegen de wand daar. Dus er is ruimte voor al je materiaal, bivitafel, jij en je vismaat.
mooi zicht op het meer. Genoeg hoofdruimte. Eigenlijk een perfecte bivy om met twee man een lange sessie te doen. Hallo, welkom bij Fox TV. Vandaag toon ik jullie enkele nieuwe kant-en-klare rigs die in het assortiment komen. Ik heb ze hier bij de hand. In mooie verpakkingen. Heel compleet. Waarover gaat het? Het zijn eigenlijk twee rigs, 20 centimeter lang. Met twee van mijn favoriete haken. De SSBP, dus een klauwpunthaak. En dan de Curo X64 met een rechte punt. Een heel erg scherpe haak. Onderlijntjes zijn 20 centimeter lang. Gemaakt van Cortex mat. De hair is gestript. Micro lineliners erop. Een teelrubber. En voorzien van een lusknoop. Nu, wat is er zo handig aan deze nieuwe onderlijnen? Er zitten twee wartels bij. Je hebt een gewone wartel. En je hebt een... Zo'n snel wisselwartel met een haakje. Dus je kan eigenlijk opteren om in je leadclip een van beide te steken. Als je met het haakje werkt, gewoon lus je erin, teelrubber erover. Wil je het anders doen, dan haal je de teelrubber eraf. En doe je de gewone lusmethode. Alle informatie staat hier eigenlijk achteraan, hoe dat je dat nu precies moet doen. De twee versies. En je ziet hier ook, naar gelang... Het aas dat je gebruikt, welke stopper dat je best kan gebruiken. Dus de beetstoppers zitten hier ook nog eens verpakt in drie handige formaten. Kort, half lang en heel lang. Zo hoef je de hair niet aan te passen. Het is zo dat de haakgroottes gaan van 2 tot en met 8. En naar gelang de haakgrootte wordt ook de breksterkte van het materiaal aangepast. Een maat 8 bijvoorbeeld komt met een 15 pons, terwijl een haak maat 2 en 4 met een 25 pons komen. Een 6 zal dan met een 20 pons lijn zijn. En je hebt dan ook nog de keuze uit de twee kleuren, de groene of de bruine versie. Heel mooie onderlijnen, heel betrouwbaar, goede haken erop, een universele lengte. Daar kan ik zo mee aan de slag. Heel mooi product. Een andere aanvulling in de kant-en-klare rigs van Fox zijn deze PVA-back rigkits. Wat hebben we hier? Weer de SSBP, dus dat klauwpunthaakje van maat 8 tot maat 4. Weer met de breeksterktes van 15 naar 25 pond. Een onderlijntje van 10 centimeter lang. Waarom? Een rig ontwikkeld om in PVA-zakken te vissen. Dus heel kort, gemakkelijk opvouwbaar. Een soepele breed, een zinkende, de reflex... wordt ervoor gebruikt. En in iedere verpakking zitten er twee rigs. Dus eentje in de light camo en eentje in de donkere. Wat zit er daar nu bij? Dus je hebt hier ook de micro lineliners en de hele korte teelrubbers. Twee opties van wartels ook weer. De ringwartel om opnieuw met die lusmethode te doen. En die met het haakje om gewoon de lus erin te hangen. Ook hier de verschillende boilie stoppers erbij. En achteraan de uitleg van hoe de onderlijn te bevestigen. En welke beetstopper je best gebruikt met welk haas. Een heel leuk rigje om een enkele plastic maïskorrel aan te vissen. Een kleine boilie of een tijgennootje in een zakje van pallets. Heel snel in gebruik. En gewoon zoals je ze zelf zou knopen. Eentje waar ik heel blij mee ben in de kant-en-klare rigs zijn de nieuwe chotrigs die Fox heeft op de markt gebracht. En eigenlijk geknoopt zoals ik ze zelf gebruik. Perfect. De curve, de haken, de flexieswivel, de maat 11 ringswivel. Alles is er zoals ik ze zelf eigenlijk ook knoop. Je ziet dat er veel aandacht besteed is aan de verpakking. Er zit een harde plastic in, zodanig dat de shots mooi hun curve behouden. De haakpunt zit vast, dus die is beveiligd, zodat die op en top scherp uit de verpakking komt. Heel mooi in elkaar gestoken. Hier achteraan zie je nog eens alle details van de rigs. Nu, hoe komen ze? Van maat 8 tot en met 4.
De 8, 7 en 6 zijn met de 25 pons Transkaki Rigidity geknoopt. Terwijl de maat 5 en de maat 4 met de 30 pons geknoopt zijn. De 5 en de 4 zijn de maatjes die ik veel gebruik. De ringswivel, die kan je zo over je leadcore of je hoofdlijn, je leadcore of je hoofdlijn doen. Je kan er ook een boomsectie aan knopen, dan heb je een hinged. En hier heb je die kleine micro ringswivel om het haakas te bevestigen. Iets wat ik veel doe is in mijn curveball pop-ups een haatje boren. Dent of los door het ringetje erdoor trekken en dan met een aansteker een blokje zetten zodanig dat de pop-up er niet af kan. Ben je meer voor de klassieke methode van de pop-up eraan te binden, dan knip je gewoon dat kleine worteltje hiervan en kan je rechtstreeks aan de ring binden. Een perfecte lengte, een mooie curve en je ziet er gewoon een vanger uit. Super. Dus we zijn hier de tweede dag opnames aan het maken. Het vissen verloopt echt moeilijk. Behalve brassen en zeelt is er nog geen karper gevangen hier. En nu net op de laatste voormiddag, een uurtje geleden, sprong er een vis aan een overhangend struikje daar. En ik dacht van, we doen nog een ultieme poging om ons nog een vis te vangen. En kijk, heel onverwachts vertrekt hij echt met een rotvaart. Mijn net ligt daar. Eigenlijk, Harry, please. Dus het schubje dat er straks gesprongen heeft. Derde poging. Semi-pro, yep. En hij zit erin. Goed, terwijl ik deze vis ga ontaken, kunnen jullie ondertussen kijken naar de video waarin dat we tonen hoe je de rigs knoopt die we gebruikten in deze DVD. Ik zal jullie laten zien hoe ik de rig knoop met de shot aan de hoek en de dubbele wafter. Ik begin met Kamertech Soft, 20 LB, mooie oude hand, breeksterkte die ik in de meeste situaties kan toepassen. Ik knip een stukje af van ongeveer 35 centimeter. Daarvan strip ik 16 centimeter. Daarvan weet ik dat ik er een her van kan knopen en dat er boven de krimkous nog een klein stukje soepel overblijft. Beginnetje met de tanden en de rest met de nagels. Daaraan knoop ik zoals gebruikelijk een lusje. Ik maak het lusje niet te klein. Het voordeel daarvan is dat het knoopje dan midden in de onderste wafter komt, waardoor hij hem beter op zijn plek houdt. Dat hij minder snel zal gaan schuiven over de her. Een beetje nat maken helpt om het de grip op te krijgen. Even strak aantrekken. Losse uiteinden afknippen. Dan heb ik een klein stukje siliconenslang. De dunne versie die wij in de Edges Range voeren. Van een paar millimeter. Voldoende om de her op zijn plek te houden. Via het lusje reig ik het op de onderlijn. Vervolgens trek ik hem over mijn vinger. Daarmee trek ik de Kamertech Soft Braid op mijn vinger, zeg maar, waardoor er ruimte ontstaat aan de bovenkant. Vervolgens pak ik de haak en kan ik de punt in die ruimte aan de bovenkant steken, waardoor die geen breed oppikt met de haakpunt en je de siliconenslang vervolgens mooi op de haakstijl kan schuiven. Het gaat zoals gebruikelijk weer door het oogje van achter naar voor,
De her hou ik vrij kort, omdat het een rig is waarbij de vis het aas oppikt. Als je gelijk moet prikken, hè, die shot om de hoek die zorgt ervoor dat de haakpunt gelijk op de onderlip valt, heb ik liever niet zoveel ruimte op de her. De her staat sowieso omhoog, dus die wil ik vrij dicht op de haak houden. Ik weet dat als ik wafters gebruik, ik hou van een dubbele wafter, iets groter haakaas om wat minder last van witvis te hebben. 2,7 centimeter hou ik nu aan. Kan dan ofwel een 18 mm en een 12 mm wafter combineren of twee 15 mm. Die hebben vergelijkbaar drijfvermogen. En 2,7 cm is goed. Vervolgens maak ik een inline knotless knot, zoals die wordt genoemd. Ik leg hem een grote lus leg ik langs een steel, waarbij het uiteinde weer bij het oog de haak verlaat, zeg maar. En vervolgens begin ik met wikkelingen vanaf het oog richting de punt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Een klein beetje spuug om het soepel te laten verlopen. De knoop is gelegd. En vervolgens nog één keer weer door het oog van achteren naar de punt toe. Ik schuif de siliconen even richting de knoop. Ik wil hem even op spanning brengen om de knoop goed compact samen te trekken. En als je de siliconen op zijn plek laat, dan kan er een hoek in ontstaan waardoor die scheurt. Nou, dat zou zonde zijn van de rig. Dus ik schuif hem even naar het haakpunt, naar de knoop toe, richting het oog. Nu schuif ik hem weer terug op zijn plek. Nou, de haak zit nu aangeknoopt. Je ziet nog een centimeter of drie ruimte tussen het oog en waar de coating begint. Daar doe ik nog een klein stukje krimkous op. 8 mm ongeveer, om net even een extra hoekje te creëren waardoor die haak net even makkelijker prikt. Gaat over het oog, over het knoopje. Dat zal ik straks verkrimpen waardoor die mooi compact samenvalt. Ik leg hier over het algemeen niet zomaar een 8 knoop in. Ik ben al een aantal jaren een fanatiek gebruiker van een soepele lus. Dus ik ga ook van dit laatste uiteinde de coating strippen. Ik hou hier een lengte van 11 centimeter aan. Die 11 centimeter, daar komt de knoop nog bij. Dus de richt zal op samen iets van 12,5 centimeter zijn. Kunnen natuurlijk zelf variëren. Dit is een lengte die mij over het algemeen goed bevalt. Hè. Wat ik al zei, de vis moet zich gelijk prikken. Dus ik hou daar niet van een hele lange onderlijn. De shot on the hook en de korte her zorgen dat de vis zich gelijk prikt. En de korte lengte helpt erbij. Ik had hem op 11 centimeter gestript. Vervolgens neem ik nog zo'n 2,5 centimeter voor de knoop. Weer even bevochtigen. En in dit soepele deel, waar dus de coating vanaf is, leg ik de bekende 8 knoop. Het kan soms lastig zijn om hem terug te halen. Zo'n hulpmiddeltje met zo'n punt om je richt te knopen helpt dan heel makkelijk om het lusje terug te halen. Even aantrekken. Losse uiteinden afknippen. De richt maak ik af met een klein stukje putty. Om te helpen zinken, vlak op de bodem te leggen. Ongeveer halverwege de rig. Meestal doen we eens even de rig op spanning houden en dan met de vingers rond het materiaal draaien. Zit er mooi compact om de onderlijn heen. Oké, dan komen we bij het laatste onderdeel, de shot on the hook. Daarvoor gebruik ik onze Hairbraider, de Edges Range. Een heel fijn gevlochten materiaal. Wat je dus, zoals de naam al zegt, kunt gebruiken voor het knopen van hairs. Een hele soepele hairs. Heeft een breeksterkte van, ik dacht een kilo of 2-3. Het is niet bedoeld om een vis aan te drillen, maar het is echt voldoende sterk om een hair van te knopen. Ik begin met een aantal wikkelingen. 1, 2, 3 om de haaksteel. Zodat hij voldoende grip heeft en niet makkelijk over de haaksteel kan glijden of door de bocht heen. En om hem vast te zetten
Dan leg ik daarin twee simpele platte knoopjes. Ik schuif hem onderaan de bocht. Even de knoop extra aantrekken. Vervolgens pak ik een klein kogelloodje. De daadwerkelijke shot waar we het over hebben. Even kijken. Dit is een goede tangetje. Ik klem hem tussen het tangetje met de opening naar boven. Vervolgens pak ik de rig, pak ik de beide uiteinden van de hairbraid die ik er net op heb gelegd. Leg die in de opening van het loodje. Schuif het loodje naar het knoopje toe in de bocht en knijp hem aan. Vervolgens knip ik de hairbraid af. Een paar millimeter over om hem af te maken. Even blobben. Wat we vaak doen om net de knoopjes te krijgen. Het is een mooi loodje strak tegen de haak. En dat zal ik op deze manier de haakpunt zo in het water laten staan. En wanneer de vis het haakhuis heeft opgezogen, ook op de onderlip vallen. Dan komen we nog bij het haakhuis. Zoals ik al zei, je kan in dit geval, ik heb een centimeter of 3,5 herlengte. Daar kan ik twee 15 mm wafters op doen. Het kan dezelfde zijn, het kan verschillende kleur en smaak zijn. Het kan ook een 12 en een 18 mm zijn. Je kan op die manier zelf vrij combineren. Die rijg je net als een gewone bodemboilie of een snowman combinatie op de her. Een stoppetje erin. Afknippen met het schaartje. Vervolgens schuif ik het siliconenslangetje weer een stukje richting de punt. Anders heb je de kans dat de haak verkeerd komt te staan. En op deze manier, wanneer de shot en de twee wafters zich boven elkaar bevinden, krijg je mooi deze combinatie in het water. Je staat op de bodem en zal na het opzuigen in de karpenbek ook gelijk weer op deze manier naar beneden vallen op de onderlip. Met dus de haakpunt op de onderlip. Een agressief prikkende combinatie. Heeft in Nederland al de nodige vissen opgeleverd. Hier, ook, hier werkt het ook goed. Eén die ik absoluut aanraden. Goed, ik ga nu eens stap voor stap tonen hoe ik een hinge-stiffrig knoop, de rig die ik gebruikte op de zandafgraving. We beginnen met het shot gedeelte. Knippen zo ongeveer een goede 20 centimeter rigidity in de nieuwe Transkaki uitvoering. Heel dik, heel stijf, heel gemakkelijk vorm te geven. Maar door die dikte en stijfheid ga ik eventjes een andere knoop tonen dan de Nautilus Knot. Omdat die Nautilus Knot dien je het materiaal drie keer door het haakoog te halen. En dat is met dat materiaal. Het lukt net, maar het is heel krap. En met een whipping knot. Is eigenlijk een knoop die net zo makkelijk is. En dan hoef je het materiaal maar twee keer door te gaan. Dus ik toon die even. Uiteraard een stiffrig hoek, nummertje 5. Dat is een mooie maat om met dit formaat pop-ups te vissen. Zo'n 16 mm pop-ups. Dus een haakje 5. Je legt gewoon het materiaal in een grote lus naast de steel. Klein stukje hier. En dit stukje steek je voorlopig eventjes door het haakoog. Zo. En dan doe je eigenlijk heel eenvoudig niks meer dan dit stuk rond de haaksteel en het andere stuk materiaal draaien. Dus doe nog 7 keer. 1, 2, 3. 7. En dan kan je het materiaal, je ziet, mooi dicht bij elkaar houden. Vinger hierop.
Dat stukje halen we weer uit het hako. En nu trekken we zachtjes die lus dicht door dat stuk. Dat is het stuk die naar de wortel moet, dus dat verlengen we nu. Heel zachtjes aantrekken. Het materiaal glijdt echt heel vlot. Eventjes lichtjes bevochtigen. Zo. Eventjes aantrekken. Voilà. En dan krijg je een mooi gevormde knoop. Dat stuk. Dat lang stuk. Nu door het haakoog. Zo, hier niet te veel spanning op zetten, anders beschadig je misschien toch. En dus dan glijden we dat er mooi tegenaan. En nu, als dat mooi is, kunnen we dat even die gebruiken. Even mooi aantrekken. Voilà. Dat zit stevig. Dat stukje kan je mooi positioneren dat die recht op de haakstiel uitkomt. Voilà. Het materiaal zit nu één keer door het haakoog. Micro ringswivel om dan straks de pop-up te bevestigen. Hier eventjes een scherp puntje aan knopen, dan gaat het net ietsje makkelijker door het haakoog. Voilà. Goed, en dan trekken we dat lusje helemaal dicht. En knippen we ongeveer ter hoogte van de haakbocht, ongeveer zoiets. Hop. Eventjes een aansteker gebruiken, die Mark mij op subtiele wijze heeft klaargelegd. Dank u wel, Mark. En plommen. Voilà, ongeveer halverwege, dat zal denk ik eventjes laten afkoelen dat het een mooi blokje blijft. En dan eventjes kijken. Een klein beetje te lang. Materiaal een beetje afschermen. Oké, die hoesje. En de bedoeling is eigenlijk dat je een heel mooi lusje krijgt, zoals dit hier. Oké. De swivel knopen we hier straks aan, omdat we eerst nu de boomsectie gaan maken. En het is ietsje handiger om in die volgorde te werken. Boom. Sectie is Cortex mat, een goedkoop materiaal, maar dat relatief soepel is, omdat ik wil dat het mooi over het eventueel aanwezige wier of hersbladeren zich neervlijt. Het mag redelijk lang zijn, dus een tacklebox is ongeveer 30 cm. Om te knopen neem ik zoiets ongeveer een 40 cm. Dan hebben we wat ruimte. Eerste kant. Met de quick change swivel die uit de lead clip komt, doen we zo. Gewoon dubbel nemen. Een 8-knoop. Dus gewoon het materiaal zo. Erover. Eronder. En dan erdoor. Voilà. Mooie 8. Die lus hoeft niet groot te zijn, omdat er toch een anti-tangle sleeve over gaat. Eventjes bevochten. En heel voorzichtig aantrekken. Eventjes met die erover. Oké. Een half centimetertje overlaten. Afknippen. Nu kunnen we de anti-tangle sleeve erop schuiven langs die kant. Voilà. Dat is klaar. Een wortel maat 10. En nu gaan we eens eventjes kijken hier. We gaan dat ongeveer. In deze omstandigheden waar er nog redelijk veel wier ligt, toch 25 cm lang. Voilà, zo. Swivel erop. Zelfde knoop. Een 8-knoop. Onder, over en door. Die lus mag ietsje ruimer zijn. Centimeter of 2,5.
bevochtigen. En voilà, die is ondertussen ook klaar. Zo, eventjes de multi-tools erdoor. En zachtjes aantrekken. Zorg ervoor dat die swivel niet hier zit, dat je de coating of het materiaal niet beschadigt als je het op spanning brengt. Eventjes hoog de spanning zetten. Voilà. Ook hier afknippen. Een stukje putty of 2-3, gewoon om het subtiele te laten afzinken. Eentje op 2/3 en eentje op 1/3. Dus ongeveer zoiets zijn. En dan hebben we onze haaksectie. Hier is die. Ook die knoop is heel specifiek, eigenlijk een broedknoop met 2 draaien. Je ziet, het is heel stijf materiaal. Ik neem ongeveer een 3-tal centimeter nu, want als je die knoop dan aantrekt, schuift die nog een beetje en dan heb je toch ongeveer de lengte die ik wil voor dat stuk. Dus we doen het er 2 keer rond. 1, 2. Steken we dat hier door. Even bevochtigen. Mooi. Er tegenaan schuiven. Aanspannen. Ook hier weer oppassen voor het materiaal. Knippen. Ook hier weer een stukje putty. Als je die recht veel gebruikt en met dezelfde pop-ups vist, dan weet je door ervaring ongeveer hoeveel dat je hier moet opzetten op dat bovenste oogje om je pop-up heel mooi naar beneden te laten dwarrelen, dat je echt naar beneden zweeft en op een stukje wier kan blijven staan. De curve leggen we er subiet in, maar eerst eventjes de baitvlos erbij halen. Die baitvlos steken we door het bovenste oogje van de micro rechtswivel. Zo, pop-up. Door. Voilà. En een detail dat ik heel belangrijk vind is dat je nu die kleine swivel echt volledig in die pop-up trekt tot als de ring tegen de pop-up zit. Want als je het zo laat, dan is dat net genoeg om je haakpunt in de pop-up te krijgen bij een harde worp of zo. Dus net ietsje verder, zo dat de pop-up mooi tegen het ringetje zit en dan krijg je niet die kans om dat de haakpunt in de pop-up zit. Voilà, 1,5 centimeter afknippen, aansteker eventjes mooi laten branden en op het juiste moment, hop, even met de zijkant er tegenaan en je krijgt een mooi stoppertje. 100% zeker dat die pop-up eraan blijft. We hebben het al 100 keer gedaan ondertussen en een hele eenvoudige en zekere methode. Voilà, de rig is nu geknoopt. We gaan hem nog eventjes in vorm brengen. Dus gewoon, je neemt de haak met je duim en je wijsvinger. Eventjes materiaal. Mooie.
zoiets moeten zijn. Dat is ongeveer de curve die ik graag vis. Zo staat hij naar mijn inzien ideaal om mooi in de onderlip te haken. Voilà. Hier is hij. Klaar om een vis te vangen. Heel goede rig. Heel goede ervaringen mee. Zo zijn. Zeker eens uit. Zoals ik al eerder heb aangegeven tijdens de opnames, vis ik ook nu weer met een van mijn favoriete rigs, reverse combi rig. Ik vind het heel prettig om met pop-up boilies te vissen. En een reverse combi rig is voor mij echt een ideale rig die ik in bijna alle situaties in kan zetten als ik met een pop-up boilie wil vissen. De rig bestaat uit twee delen. Een soepel gedeelte, in dit geval reflex camo. En een stijver onderlijn materiaal, Illusion Trans Khaki, 20 pond. Of eventueel een 30 ponds versie die nog iets dikker en nog iets stijver is. In dit geval een 20 ponds versie die in de meeste situaties voldoet voor, nou sowieso voor mijn visserij. Ik zal stap voor stap laten zien hoe je deze rig het makkelijkst in elkaar kan zetten. Allereerst beginnen we met een ongeveer 30 centimeter stijf onderlijn materiaal. Die zorg je dat je een paar centimeter vrij houdt. En uiteraard een haak naar keuze. Er zijn mensen die geven voorkeur aan een haak met een gebogen punt, met een rechte punt. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een haak met een rechte punt. In dit geval een triple SP van Fox. Maatje 6, maatje 7 kun je in de meeste situaties aardig mee uit de voeten. Als je de haakpunt naar beneden houdt en je steekt het onderlijn materiaal, de Illusion, van onder naar boven. En je houdt ook aan die kant weer een centimeter of 3-4 maximaal. Hou je vrij. Pak je vervolgens tussen twee vingers, zodat het netjes recht langs elkaar hangt. Het andere uiteinde van het stijve materiaal draai je één keer rond, dat je een lus krijgt. Met het einde wat je nu over hebt, hou je aan je eigen kant naar je toe. En dat leg je netjes langs het andere gedeelte op de haaksteel. Dus dan krijg je eigenlijk zo een mooie lus met een heel klein stukje materiaal wat uitsteekt. Dat stukje materiaal gaan we zo meteen gebruiken met de haaksteel om de lus in zijn geheel omheen te draaien. We beginnen uiteraard tegen het haakoog aan. Eigenlijk heel simpel. Het meest lastige is zorgen dat de eerste lus goed ligt. Als die eenmaal goed ligt, is het een kwestie van, naar gelang hoe ver je wilt gaan, zo ver mogelijk doordraaien. Zet daarbij niet te veel druk, maar zorg wel dat alles netjes naast elkaar om de haaksteel komt te liggen. Nou, wat over het algemeen ideaal is voor mijzelf, is zo ver wikkelen dat je net iets voorbij de haakpunt gaat. Het aantal daarbij hangt natuurlijk een beetje af van wat voor model je gebruikt. In dit geval een kortstelige haak. Kom je ongeveer uit op een kleine centimeter maximaal. Dan pak je het hele geheel beet dat het niet meer los kan schieten. En dan blijft er een lusje over. Als je die loslaat zal je zien dat het lusje over het algemeen een klein beetje gaat draaien. Dus die hou je vast. En dan pak je aan de andere kant het uitstekende deel. Aan de kant van de haakoog. Tussen je tanden. Op deze manier. Zorg dat het andere uiteinde goed aan de bovenkant eindigt, recht tegenover de haakpunt. Dan gaat het lange gedeelte wat we over hebben terug door het oog. Die uitkomt aan de kant van de haakpunt. Dan is dit gedeelte voor nu even klaar. En dan gaan we verder met een richtring. Curo-coated richtring in dit geval. Verschillende afmetingen, maar ja, dat is ook weer eigen voorkeur natuurlijk. 3,5-4 mm komt vaak het beste uit bij een gemiddelde haak. Die gaat op het uiteinde. En dan vervolgens nemen we het lange gedeelte. En dat gaat, steken we terug langs de haakpunt. Dan nemen we het korte gedeelte waar het ringetje op zit. En ook die steken we door het oog. Terug naar de andere kant.
Nou, de bedoeling is dat we uiteindelijk zo'n mooi lusje krijgen. Trekken we hem eerst nog even helemaal door tot die lus bijna vlak is. En dan knippen we hem af op ongeveer een centimeter van het oog. Dan nemen we een vlammetje. En tot ongeveer een millimeter of anderhalf voor het oog stop je. Komt er een klein bolletje aan de illusion te zitten. Laat je even hard worden. Lange gedeelte halen we weer terug. En zie daar het uiteindelijke resultaat. Belangrijk is dat je op dit moment gaat bepalen hoe lang, welke afstand je het stijve onderlijnmateriaal tegen de haak aan wilt hebben. Als je zegt van nou, ik wil mijn pop-up dicht op de bodem vissen, 2-3 centimeter. Ik kan me ook voorstellen dat er omstandigheden zijn dat je zegt van nou, ik wil hem wat hoger vissen, 4-5 centimeter. Die afstand die je op dat moment wilt hebben, in dit geval maken we ongeveer een 4 centimeter. Daar knijp je onderlijnmateriaal dubbel, zodat er een klein beetje een knikje in komt te staan. Als je rechtshandig bent, de haak is ook scherp. Als je rechtshandig bent, dan pak je hem in je rechterhand. Ben je linkshandig, pak je hem in je linkerhand. Neem je het uiteinde van de soepele onderlijn. En die doe je door die lus heen die je hebt gecreëerd. En die leg je langs elkaar. Met het soepele gedeelte in het midden. Dan pak je ongeveer een centimeter van het materiaal tussen je vingers. En het soepele gedeelte wat je over hebt, draai je zonder al te veel druk te zetten om het stijve onderlijnmateriaal heen. En dan draai je een keer of 5-6 terug van de haak af richting het oogje dat je gecreëerd hebt. Als je dat hebt, steek je het terug door het lusje de tegenovergestelde richting op als waar de rest van het materiaal uitkomt. En dan kun je langzaam, als je dat tussen je vingers vasthoudt, alles beetje bij beetje aantrekken en krijg je een perfecte knoop. Die knoop is absoluut sterk, zal je zeker nooit kapot trekken. En als je hem heel rustig steeds strakker aantrekt, dan zal die absoluut dezelfde sterkte krijgen als de rest van je onderlijn. Nou, als je de losse uiteindjes af hebt geknipt, dan hebben we eigenlijk het grootste gedeelte van de rig hebben we al compleet. Het enige wat ons nog rest is het soepele gedeelte op lengte brengen die we graag willen hebben. De meeste situaties gebruik ik een onderlijn van een centimeter of 15. Iets meer knippen we af. En het andere uiteinde voorzien we heel simpel van een lusje. Niks ingewikkelds. Op de afstand die we uiteindelijk willen hebben. Laatste stukje afknippen. En dan is in dit geval de onderlijn klaar voor gebruik. Twee dingetjes nog. Eén laatste stap die we gaan doen is ons aas bevestigen. We pakken een pop-up. Op je boilienaald. Dan nemen we een centimeter of 10, 15 beetvlos. De beetvlos doen we één keer door de richting. Pak hem in het midden. De losse uiteindjes met de boilienaald door de pop-up heen.
Zo uitsteken. Op ongeveer een centimeter afstand knip je de beetvlos af. En ook die met een aansteker. Als de pop-up helemaal naar je zin zit. Brand je tot aan de body aan toe. En dan met het metaal druk je het plat. En je boilie zit vast. Uiteraard afhankelijk van wat voor pop-up je gebruikt, is het nu alleen nog één stap. En dat is het uitloaden van je pop-up. Wil je hem overloaden? Wil je hem precies uitgebalanceerd? Middels een beetje putty. Of ander materiaal. Misschien geef je de voorkeur wel een loodhagel. Dat kan ook. Putty kun je mooi om je knoopje heen bevestigen. En je kan het uiteraard de vorm geven die je zelf wil. Rond, langwerpig. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En op deze manier hebben we een complete rig. Nou is er in sommige situaties. Bijvoorbeeld als je zeker weet dat je op een keiharde ondergrond aan het vissen bent. Dat je misschien wel zegt van nou, dat soepele gedeelte dat zou ik willen vervangen voor een wat stijver gedeelte. In dit geval heb ik hiervoor een Kamertex stif gebruikt. Stijf onderlijnmateriaal. En dan zorg je ervoor dat je eigenlijk een ja, wat meer een hefboom effect krijgt. Maar nogmaals. Als je niet zeker weet dat je op een keiharde ondergrond ligt te vissen, of je weet zelf zeker dat je op een hele zachte ondergrond vist, misschien wel heel veel bladeren op de bodem, kan ik me voorstellen dat je liever voor de soepele versie gaat. En dan kom je hierbij uit. Perfect erin. Zoals ik met Mark al besproken heb, hebben we hier voor dit kanaal stevig materiaal nodig. Zeker de onderlijn moet bijna bulletproof zijn. Rotsen, mosselen en wildvechtende karpers zorgen ervoor dat je niet met een dunne uitvoering wegkomt. Iets dat ik heel graag gebruik is de Armadillo 30 pond. Heel sterk, heel schuurbestendig en taai. En daarbij horend een haak die ook tegen een stootje kan. Ik gebruik hier voor dit slagvissen graag een maat 6 van de Curo S4. De extra sterke versie. Heel sterke haak, betrouwbare inhaking. En ik toon je eens hoe we zo'n een soepele snowman rig gaan knopen. Dus ik neem eventjes een haakje uit het pakje. En een centimeter of 35 van die armadillo. Dus we beginnen gewoon met een simpele lus die ik niet te klein maak, gewoon omwille van het feit dat de pop-up en de zinkende boilie mooi dicht bij elkaar blijven als dat knoopje ergens zich in die zinkende boilie bevindt. Dus een lusje van in dit geval een 16 meter boilie met een 14 mm pop-up, lusje zo van 1,5 centimeter. Voilà. En dan zoiets van 35 centimeter. De uiteindelijke onderlijn zal zo ongeveer een 20 centimeter van lengte zijn. Een beetje een standaard lengte. En wat we nu doen is eerst en vooral, omdat we niet, het materiaal is soepel, maar om de draaiing van de haak te optimaliseren gebruik ik daarvoor graag een richtringetje, de ringetjes van 3,2 mm, ook Curo coated, zijn er heel geschikt voor. En dat is een beetje ondervinding hier. Ik heb graag dat tussen de haakbocht en de zinkende boilie nog een centimeter ruimte blijft, zodanig dat de boilie de inhaking niet in de weg zit. En het is eventjes een beetje aanvoelen. Eens kijken hoe we dat precies gaan doen. Maar vooraleer dat we de Nautilus Knot doen, ga ik eerst het haakaas bevestigen. Zodat we dat
mooi kunnen controleren. Even een zinkende bonje nemen. Voilà. De Snowman is een hele populaire presentatie die door veel mensen gebruikt wordt, gewoon omdat je dankzij dat visuele aspect vaak net ietsje sneller een vis vangt. Zeker bij die relatief magerlijke vissen hier, dan een gewone zinkende boilie. Zo, eventjes zo. Met die hairstops en variabele lengtes kan je natuurlijk ben je ook weer ietsje flexibeler in het bepalen van je hairlengte. Als je het niet meteen goed krijgt, gewoon een iets langere stopper erop. En dan krijg je het vaak wel goed. Eventjes mooi puntje erin. Mooi erin trekken. Kijk. Die valt heel mooi weg tegen een pop-up. Voilà, die erbij. En dan zie ik dat ik ongeveer goed zal zitten. Kijk, dat is ongeveer de lengte die ik bedoel. Een centimetertje hier tussen. En het ringetje heb ik graag ter hoogte van de weerhaak op de punt. Dus nu kunnen we heel eenvoudig nog een knotless knot doen. Eigenlijk zit het moeilijkste van het knopen van deze rig zit er al op. Knotless knot. Dus, 1, 2, 3, 4. Dus doe dat mooi tegen elkaar, redelijk strak. Dan wordt die straks bij het aantrekken verschuift er niet te veel. Een keer of 6, nog 2 keer zo er rond. Dan zit alles mooi vast. En hop, erdoor. Voilà. Nu komt er over nog een liner adapter, maar die heb ik hier natuurlijk vergeten uitnemen. Dus ik ga eventjes op zoek, zonder alles om te stoten. Ah, ik heb geluk in het bovenste doosje al. Oké, maat 6. Er zijn 2 formaten, maar ik neem de grootste versie. Voilà, heel makkelijk doorheen te halen. Een beetje bevochtigen zodat hij er beter over glijdt. En voilà, het stukje waar de draad uit komt, mooi in lijn zetten met de haakbocht. Eventjes erover duwen zodat de knoop mooi bedekt is. Dan heb je een heel betrouwbare draaien van de haak. Je ziet, die draait heel mooi rond en dankzij het ringetje, het haakaas gaat uit de weg en de karper krijgt het. Tijdens het uitstopen van de bek krijgt hij de haak moeilijker kwijt. Oké, nu nog een korte anti-tangle sleeve erop. Voilà. En dan is het gewoon een kwestie van de lengte te bepalen. Hier voor het kanaal doe ik zo van haakbocht tot de lus 20 centimeter. Als lusknoop gewoon een 8 knoop, erover, eronder en dan erdoor. Met een bodynaald gaat het normaal gezien ietsje handiger, voilà, zo. Die hoeft niet groot te zijn, die lus. Komt toch over een quick change swivel. Voilà. Eventjes aantrekken. Afknippen, die mag naar hier, klaar om eraan te doen en nog net afwerken met een beetje putty. 2 kleine blopjes is genoeg. Voilà. Eentje op 1/3 en op 2/3 van de onderlijn.
Voilà. Een heel effectieve en betrouwbare rig. Sterk, schuurbestendig. Ideaal voor die kanaalkarpertjes aan te schubben te komen. Ik en Mark hebben, wat ik er nog wil aan toevoegen als extra tip, ik en Mark hebben een beetje geëxperimenteerd. Ik had ook met pinda's en tijgenoten gevoerd. En ik heb bijvoorbeeld ook gevist met als pop-up een tijgenoot die uitboort. Kurkstaafje van 6 mm erdoor, mooi bijtrimmen. En dan heb je een net iets ander soort snowman die zowel een boilie als een particle als haakas combineert. Zeker eens proberen. Oké, degenen die de laatste DVD gezien hebben, die zullen mijn onderlijn die ik in het laatste gedeelte heb uitgelegd nog wel herinneren. Het is voor mij een zeer vertrouwde onderlijn en het is me gevraagd om deze nog even stap voor stap voor jullie uit te leggen en deze live voor de camera te knopen. Ik heb vannacht ook een mooie visum gevangen die jullie zojuist gezien hebben. Dus laten we beginnen. We gebruiken een aantal dingen. Dat is de Camotec Soft. Een SSSP maat 6 armorpoint haak, Transkaki liners en wat hoek silicone. Daarnaast ook natuurlijk wat stoppertjes en wat gereedschap. En natuurlijk de bolies niet te vergeten. Laten we beginnen. Nou, we nemen een stuk Camotec Soft, 25 OB versie. Ongeveer zo'n 30 centimeter. Die knippen we af. Pakken we de rig toe. Dan gaan we 1/3 van het stuk wat je hebt gedaan, dus ongeveer zo'n 10 centimeter, strip je de coating af. Nou, je zet hem in het scherpe stukje, zo tussen je vingers, en het is eraf. Nou, heb je ongeveer 1/3 heb je gedaan. Dat even goed checken, want je hebt het stukje wel nodig voor de knoop. Een klein stukje meer nog. Zo. Dan gaan we een hermaken. Als het ware pak het uiteinde, vouw het dubbel en gaan we gewoon een platte knoop maken. Pontje, pak even de splicing needle, die is wel handig voor dit gebruik. En zo maken we een kleine her. Als ik het zelf met mijn dikke vingers kan, dan kan iedereen het. Nou, het uiteinde knippen we af. Tot zover. Nou, dan gaan we de bolies pakken. Ik heb 2 10 mm bolies. Ik vis graag met opvallend haakhaas. Deze is nog wat extra ingezookt in olie. Deze twee zullen zorgen dat het niet als een pop-up gaat staan, maar netjes naast de haak op de bodem zal dwarrelen. Nou, prikken we daar even de naald in. Dat was 1. En nummer 2. Ik gebruik de splicing needle, omdat die wat dunner is dan een normale bolienaald. En daardoor trekt er minder vocht in. En blijven ze langer doen wat ze moeten doen. En hun drijfvermogen behouden. Nou, die dreigen we op de her die je gemaakt hebt. Zo. Dat is gedaan. Pakken we een stoppertje. Doen we even op de her. Zo. En trekken we in de bolie. Als je zo'n klein gaatje hebt gemaakt, is het best wel moeilijk. Maar gewoon voorzichtig. En dan zit ze op hun plek. Op die manier. Nou, dan gaan we een haakje pakken. De SSSP in maat 6. Zo, die laten we even opzij leggen. Dan hebben we een beetje siliconenrubber nodig. Maar een heel klein stukje. Dan gaan de her gaan we fixeren op de haak. Klein stukje van zo'n 0,5 centimeter. Zo, dit even terug. Dan pakken we het siliconenrubbertje. Daar duwen we de onderlijn in. Zo. Trek hem verder naar beneden en dan leg ik hem op mijn wijsvinger, op zo'n manier. Pak de haak en dan doe ik met de punt naar het haakaas toe. Prik hem door
de opening van het rubbertje heen. En dan kan ik hem zo op de haak duwen. Nou, die duw ik tot aan de weerhaak. Op deze manier. En ongeveer een centimetertje vanaf het rubber tot aan het haakkaas moet overblijven. Nou, dan halen we hem gewoon het uiteinde door de achterkant van het oog. Zo. En dan gaan we naar ons toe wikkelen. 2, 3, 4, 5, 6. Eén keer, twee keer terug. En dan gaat hij weer door de achterkant van het oog. Trek hem aan. En dan zijn we al bijna klaar. Nou, dan hebben we nu nog een lijnerlijner nodig. Zo. Als ik een maatje 6 en deze onderlijn gebruik, dan knip ik die altijd een klein stukje af. Nou, die duw je gewoon onderlijnmateriaal door de grote opening van de lijnerlijner. En dan komt hij bij het smalle gaatje komt hij eruit. Al een beetje nat maken. Dan duw je hem over de knoop heen. Helemaal tot het einde van de knoop. Goed in positie brengen. Zo. En dan houden we een klein stukje, flexibel stukje houden we over, omdat we 1/3 hebben afgestript. Nou, dan zijn we bijna klaar. Ik gebruik vaak de speedlinks. En daarom maak ik een lus in plaats van dat ik de onderlijn gelijk aan een wartelknoop. Nou, dan maak ik met door middel van een 8-knoop. Ik maak een lus door het uiteinde dubbel te vouwen. Een lusje te maken. Die trek ik om het hoofdgedeelte heen. En dan gaat hij weer terug door de lus die we gemaakt hebben. Weer een beetje nat maken. Pakken we de rik toe. Uit, haakjes zijn scherp. Trekken we de boel aan. Zo. Knippen we het uiteinde af. En de onderlijn is klaar. Hele simpele onderlijn. Maar onwijs effectief. En voor mij zeer vertrouwd. Dus je gebruikt ze zeer vaak. Goed, met dit schubje zijn we aan het einde gekomen van een Session with Fox 3. Hopelijk hebben jullie er evenveel van genoten als wij. En kunnen jullie de dingen die we toonden ook in jullie eigen visserij goed gebruiken. Bedankt om te kijken en we zien jullie de volgende keer.